Zo, goedenavond. Wat een mensen zeg. Dit is echt heel fijn. Welkom bij het eerste kenniscafé van 2018. Gelukkig en leerzaam nieuwjaar moet ik dan eigenlijk nog zeggen. Het is de derde maandag van de maand. En dan bespreken we zoals eigenlijk elke maand op een paar na de wetenschap en de rest van het bestaan. Met deskundigen, die zal ik zo aan u voorstellen. En met u, met het publiek, want het gaat ook om het gesprek tussen beiden. Vandaag is het, dat kan u haast niet ontgaan zijn, maar ons zeker niet, de 100ste aflevering van dit evenement in de Bali. Jawel, de 100ste. Ik voel me ook tamelijk bejaard inmiddels, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Straks over die 100ste en hoe we dat gaan vieren. Aan het eind nog wat meer. En verder hebben we gewoon een kenniscafé. We gaan het vanavond hebben over de luchtvaart, over vliegen. Een verworvenheid, maar ook een kwelgeest. Het vervuilt, het maakt herrie, maar het brengt ons vrijheid en rijkdom, zou je kunnen zeggen. En wat we ons vanavond afvragen is eigenlijk, vliegen kan dat niet wat slimmer allemaal? We zullen het zien. Ik ga geen spoilers geven, maar denkt u er zelf maar even over na. Een paar huisregels. We zijn hier in een kenniscafé. Het woord, vooral dat laatste deel, zegt al dat we een café zijn. Nu is de bar een beetje verdekt opgesteld, maar die is hier in de hoek. En het is een zelfbedieningsbar. Als u dorst hebt, staat u op en gaat u daar iets halen. En u rekent zelf af. Jawel, er gaat eigenlijk nooit iets mis met dat zelf afrekenen. En ik zou het jammer vinden als dat bij de 100ste nou opeens heel anders blijkt uit te pakken. Dus laten we zeggen dat u met uzelf afrekent. En er staat een mandje om dat te regelen. Andere huisregels. We spreken met elkaar, maar dat doen we wel via microfoons. Als u een vraag of opmerking hebt onderweg, dan zie ik graag handen. We hebben een paar mensen met microfoons en dan wordt u daarmee hoorbaar gemaakt. Dat is ook belangrijk omdat deze hele avond live gestreamd wordt en later ook terug te kijken is. En als u zonder microfoon spreekt, dan kunt u elkaar hier onderling al niet verstaan. Maar in ieder geval de mensen die elders proberen mee te kijken, zeker niet. Dus wacht even op de microfoon. En ik zei al, we zijn online, dat moet ik eigenlijk even zeggen. Dus als u dat vervelend vindt, dat u online zichtbaar bent in de Bali in Amsterdam, terwijl het buiten pijpenstelen regent, dan moet u daar misschien uw conclusies aan verbinden. Even over u. Dat wil ik ook altijd weten. Wie vliegt er hier nooit? Mag ik wat meer zwaarlicht? Niet om u te exposen of zo, maar oké, een paar mensen. Oké. Wie vliegt er hier 1-2 keer per jaar? Oké. Wie vliegt er nog vaker per jaar? Oké, meer dan 4? Zo. Oké, nou, welkom. Fijn dat u toch even hier bent dan in ieder geval. Dat is leuk. Wie voelt zich daar schuldig over? Kijk, goed zo. De helft, dat is mooi. En wie plant er een boom als die gevlogen heeft? Nou, toch ook nog wel wat. Waren dat dezelfde mensen als die zich schuldig voelden? Misschien wel. Ja, of dan houdt de schuld op. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Goed. Of dat helpt, die boom. En of het niet slimmer kan, daar gaan we het zo over hebben. We beginnen eigenlijk altijd met een column. Een column van Maarten Keulemans, mijn collega bij de Volkskrant. Ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant. Maarten Keulemans is ziek. Ja, hallo, hebben wij weer, zou je denken. Maar gelukkig had hij dat kennelijk 2 weken geleden al voorzien. Dus hij heeft een video gemaakt. En die video, die zien we nu. Maarten Keulemans. De feestdagen heb ik doorgebracht in Tsjechië, hier in deze schitterende natuurlijke omgeving. Moet je toch eens kijken, prachtig. Al die sneeuw, al die bossen. Ja, mooie natuur natuurlijk. Maar ik ben hier wel gekomen met dit, mijn oude auto. Ik ben eigenlijk al benieuwd hoeveel CO2 zou ik daarbij eigenlijk hebben uitgestoten. En hoeveel zou het zijn geweest als ik, laten we zeggen, op de fiets was gekomen of met het vliegtuig. Ik heb hier niet de spullen om het uit te rekenen, maar dat ga ik thuis toch eens eventjes uitvogelen. Ziezo, ik ben weer thuis en ik heb wat pakken keukenzout gekocht om te kijken of we het wat aanschouwelijk kunnen maken. Goed, volgens het boekje bij mijn auto stoot mijn auto zo'n 143 gram CO2 per kilometer uit. En we zijn met z'n vieren gegaan, dus ja, dat komt neer op 36 gram per kilometer. Ja. Dat is dus dit.
En dat is meer dan de trein natuurlijk. Volgens de European Environment Agency stoot je in een trein per persoon per kilometer zo'n 14 gram uit. Maar dan het vliegtuig. Het hangt erg af van je aannames, maar volgens wederom de European Environment Agency kom je uit op zo'n 285 gram CO2 per gereisde kilometer. Opstijgen en landen en taxiën meegerekend. Ja, echt best wel een heel erg groot verschil als je het zo ziet. En de Nederlandse situatie? Nou, om daarvoor een beetje gevoel te krijgen, nodig ik je uit om weer even te denken aan mijn trip op en neer naar Hardegolf. 958 kilometer met z'n vieren in de auto. Bij elkaar zal dat zo'n 276 kilogram CO2 hebben uitgestoten. Laat me die 276 kilogram nou eens voorstellen als één zoutkorrel. Hij ligt er echt. Eén zoutkorrel. Gerekend op deze schaal stoot een gemeente als Den Haag zo'n 7,3 miljoen zoutkorrels uit. Alsjeblieft, de gemeente Den Haag. En vliegen? Volgens een schatting van onderzoeksbureau CE Delft stoot de luchtvaart jaarlijks zo'n 8,7 megaton aan CO2 uit. CO2-equivalenten moet ik eigenlijk zeggen. Omgerekend zijn het 31,8 miljoen van mijn zoutkorrels. Alsjeblieft, de luchtvaart in Nederland best wel heel erg veel eigenlijk. En het allemaal voor een weekendje naar New York, een uitje naar Rome of eventjes de marathon lopen in Pisa. Waar is het allemaal voor nodig? En uiteindelijk had ik natuurlijk nog het beste met de fiets kunnen gaan. Ook dat heb ik voor de aardigheid gewoon eens uitgerekend. Verreweg het milieuvriendelijkst. Ik was alleen wel nog steeds onderweg geweest. Oké, Maarten Keulemans. En we gaan naar mijn gasten. Ja, wij dachten, dat is echt wat u nu hoort. Wij dachten deze avond over vliegen, om een beetje het vliegtuiggevoel te krijgen, hebben we een live baby in de zaal. Dat is echt waar. Ik doe nu niet lullig, want het is een afgesproken grap. Maar toch, welkom. We gaan naar de gasten. Ik noem ze even op en dan doen we de introductie. Hans Hilbers. Hans, welkom. Henriette Prast. Paul Peters. En Joris Melkert. Ik begin even met Hans Hilbers. Daar. Ja. Van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Ik vroeg, zit je in Den Haag of in Bilthoven? En toen was het antwoord, we zitten tegenwoordig allemaal in Den Haag. Ja. Dat is efficiënter, lijkt me. Intern wel, ja. Ja. Intern wel. Nou ja, lijkt me het punt dat al die mensen die vroeger in Bilthoven werkten, die woonden ook in de buurt. Ja. En zie ik allemaal braaf in de trein elke dag. Oké, okay. Ja, dat is wat minder efficiënt. Dat is, heeft ook weer nadelen. Ja, dat begrijp ik. En zelf woon je in? In Den Haag, ik vind het perfect. Dus helemaal Oké, meteen duidelijk, je weet alles van transport. Want dat is eigenlijk een specialiteit bij het planbureau waar jij je mee bezighoudt. Daar valt vliegen ook onder. Daar valt vliegen ook onder, ja. Is vliegen een apart probleem in dat opzicht? Nou, wel in die zin dat heel veel verkeersvragen gaan over de dagelijkse mobiliteit. Ja. En vliegen doe je niet dagelijks. Aha. En dan valt het wat minder op. Ja, ja, ja. En het was ook heel lang vrij klein. Die viel het ook niet zo op. Ja. Alleen, het wordt steeds minder klein. Het wordt een beetje groot. Ja, ja. Dan wordt de tijd dat op. En het begint nu op te vallen. Okay. Maar het is een ander soort mobiliteit in de zin van, ja, je gaat niet 's morgens heen en 's avonds weer terug. Nee. Maar als je gaat, ga je wel soms heel erg ver. Ja, en het zijn ook substantiële effecten die je daarmee teweeg brengt als je het over milieu hebt. Ja, want rond die Schiphol-discussie gaat het vaak over het aantal vluchten en het aantal reizigers. Maar het aantal reizigerskilometers is op zich wel aardig om je te realiseren dat we rijden zo'n 8.000-9.000 kilometer auto per jaar. Maar we vliegen per persoon, alle Nederlanders, ook al zo'n 4000 kilometer per jaar. Ook voor de mensen die niet vliegen, zeg precies, maar. Precies, de Nederlander die vliegt 4000 kilometer per jaar. Oké. Okay. En als het zo doorgaat, nou over een jaar of 20, 30,
vliegen we meer kilometers dan het autorijden. Dus dat geeft een beetje aan dat zeg maar, straks is vliegen qua kilometers de belangrijkste voorwijze in Nederland geworden. Ja, ja, ja. En dat is wat men niet altijd ja, op het netvlies heeft staan als je het hebt over mobiliteit. We gaan het zo nog verder over die cijfers hebben. Dat is natuurlijk belangrijk voor de discussie. Daarnaast Henriette Prast, hoogleraar gedragseconomie in Tilburg. Als je vanuit de gedragseconomie over vliegen praat, is dat dan iets bijzonders? Nou, als je het hebt over de ontwikkeling van het vliegverkeer. Ja. En ik denk dat we allemaal ons bewust zijn van het verschil tussen een wereld met en zonder prijsvechters. Een wereld nu waarin, nou ik reis voor het Universiteit van Tilburg van Amsterdam naar Tilburg met de trein. Dat is geloof ik duurder. Ja. Sommige tickets naar Zuid-Italië. En in die zin is het wel heel bijzonder hoe weinig het kost per kilometer. Dat sluit misschien daarbij aan. Het is misschien wel goed om daarbij op te merken dat de prijsvechters hebben een ander bedrijfsmodel, een ander prijsmodel. De stoelen bij een prijsvechter zijn eigenlijk goedkoop en misschien zelfs verliesgevend. Dat is ook wat de aandacht trekt als je overweegt om te gaan vliegen. Ja, ja. En wat er allemaal bij komt, dat is waar ze de winst op maken. En vooral op wat mijn vakgebied dan noemt voorspelbare fouten. Ze weten zo en zoveel % van de mensen moet straks aan de balie 20, 30, 40 euro bijbetalen. Omdat ze te veel hebben ingepakt. Ja, 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 ja. Dat is een model. En dat is een model wat ertoe leidt dat mensen die als die alles bij elkaar hadden opgeteld, misschien toch wel twee keer hadden nagedacht of ze die vlucht zouden nemen. Maar omdat ze weer een vakjargon ankeren, zich vastklampen aan de prijs die je eerst ziet zonder alle extra's, kopen ze eerder dat kaartje. Dus dat is een van de elementen die ik vanuit de economie hierover zou kunnen op. Ik kan er nog meer over zeggen. Maar nee, zeker. Dat gaan we straks doen. Maar heel interessant. Dus dat ik per abuis te veel boeken bij me heb en dus bij moet betalen. Dat wisten ze eigenlijk al. Dat weten ze van tevoren. Ongelooflijk. Wist u dat? Ik niet. Maar misschien neemt u geen boeken mee. Dat kan natuurlijk ook. Misschien, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Wat het voor economen heel interessant maakt. Er wordt dan vaak gedacht, nou ja, concurrentie lost dat op. Want als KLM gaat zeggen, ja, je denkt wel dat kaartje zo goedkoop is, dan is de reactie niet van mensen, oh, maar dan ga ik weer terug naar KLM. Want mensen denken, ja, maar ik ben niet zo'n sukkel die te veel inpakt. Dus je drijft ze eigenlijk juist naar de prijsvechters, omdat ze denken, oh, maar dan ga ik het slimmer aanpakken. Ja. Dus dat wou ik nog even kwijt, dat het niet zo is dat concurrentie dit wegmaakt. Integendeel, dat zorgt ervoor dat KLM en anderen eigenlijk dat soort dingen ook moeten gaan doen. Ook moeten gaan doen. Ja. Dat zie je ook. Je ziet ook dat je niet meer zoveel koffers mag inchecken als vroeger. Nou, over de prijsmodellen en de psychologie daaromheen is denk ik een heleboel meer te zeggen. Dat gaan we zo doen. Ik ga naar Paul Peters verder van de Hogeschool voor Toerisme en Transport in Breda. Mag ik het zo samenvatten? Zo heet het niet volgens mij. NHTV. Hoger Internationaal Onderwijs Breda. Dat is toch. Juist. Je bent zelf afkomstig uit de luchtvaartwetenschappen. Mag ik het even zo noemen. Je hebt een achtergrond in het ontwerpen zelfs van vliegtuigen. Ja. Maar nu zit je bij iets heel anders. Namelijk een hogeschool waar het gaat over transport en toerisme. Heb je dan nog steeds die technische kennis nodig daar? Ja, meer dan ooit. Ja? Ik ben begonnen bij Fokker inderdaad als vliegtuigontwerper. Ja, dat is een probleem. Oh. Hou die maar even, ja? Okay. Nee, ik ben begonnen bij Fokker als Ja, nu wel. Ja? Komt hij al? Dichterbij. Niet echt. Nog dichterbij? Ja. Poeh. Ja, zo is hij goed. Bij Fokker begonnen. Goed, bij Fokker begonnen als vliegtuigontwerper, onder andere aan de Fokker 100. Maar dat heb ik niet zo lang gedaan, dus daarna ben ik via windenergie uiteindelijk in verkeer- en vervoersonderzoek terechtgekomen. Ja. Toen kwam ik ook Hans al een keer tegen, geloof ik. Aha. En daar had ik die vliegtuigbouwkunde inderdaad niet nodig. Maar sinds ik nu ongeveer 15 jaar geleden met dat toerisme te maken kreeg en als opdracht had van wat is nou de duurzaamheidsproblematiek van het toerisme, ja.
had ik na een jaar al iets van, ja, dat is dus klimaatverandering. Ja. Voor alles kunnen we in het toerisme wel een soort van oplossing vinden, maar die is niet zo makkelijk. Precies. En dat kon ik zeggen ook, omdat ik die kennis had van die luchtvaart. Want binnen toerisme zijn heel veel mensen die weten er niets van, die zeggen, ah, daar vinden ze wel wat op. Ja. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar kunnen dan komen we bijvoorbeeld eens even aan Joris Melkert vragen. Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft. Ja, een van de gezichten als het gaat om als er iets met een vliegtuig is, zou ik haast zeggen. Als er iets misgaat. Is dit geluid wel goed? Nee. Kom ik door? 1, 2, 3, 4. Dan gaan we over op de handmethode. Ja, de handmethode. Heel goed. Een echte ingenieur zou ik haast zeggen. Ja, altijd een backup hebben. Je bent een expert op het gebied van ontwerp van vliegtuigen. En vooral op het beter ontwerpen van vliegtuigen, zou ik willen samenvatten. Ben je dan aerodynamisch bezig of gaat het over materialen? Wat voor dingen hou jij je dagelijks mee bezig? Nou ja, eigenlijk een beetje met alles. Een vliegtuig is technisch gezien een fantastisch object, maar alles met alles samen moet werken. Ja. Je kan wel een prachtige aerodynamische vleugel ontwerpen, maar als je vervolgens gewapend beton nodig hebt om hem sterk genoeg te maken, gaat hij niet vliegen. Nee. Dus het en lichtgewichtconstructies en zuinige motoren en goede operatie en goede aerodynamica enzovoort. Alles hangt met alles samen. Ja, en de kunst is natuurlijk om die balans te vinden. En ook nog voor een acceptabele prijs. Voor een prijs ook nog, juist. Nou ja, we horen wat daar waarop gelet wordt. Ja, we zitten wel op uitdagingen. Volgens mij is dat ook iets waar we het straks uitgebreider over gaan hebben. Wij vragen hier, vliegen kan dat niet slimmer? Het korte antwoord is... Ja, natuurlijk kan dat slimmer. Ja. Er is nog best een heleboel te halen. Maar ik zal straks misschien ook wel uitleggen... Het langere antwoord is, maar dat gaat niet vanzelf, toch? Dat gaat niet vanzelf, nee. En er zitten wel wat uitdagingen die het wel lastig maken, laat ik het zo maar zeggen. Maar daar komen we straks vast op terug. Oké. Nou, een mooi palet volgens mij. Waar ik eigenlijk even wilde beginnen is met wat cijfers over de luchtvaart. We zagen al een schatting van van de uitstoot, CO2-uitstoot. Dan heb je het over klimaatproblematiek. Klopte dat getal trouwens? Nou, een beetje aan de hoge kant voor het vliegtuig. Het was wel, ik zou zelf lager zitten, maar... Hoeveel ongeveer? Wat komt er uit alles wat boven ons hoofd vliegt? Nou ja, per kilometer praat je over zo'n 100, 150 gram per kilometer. Die orde van grootte moet je rekenen. Ja. Ik ben even benieuwd of dat nou per passagier of per vliegtuig is. Dat is per passagier. Ja. Oké. Dat maakt ook veel uit. Dat tikt wel behoorlijk aan. En dat is die grap met die auto natuurlijk. Ja. Die auto is ongeveer even zuinig. Dat is per auto. En dat maakt dus uit of je er alleen in zit of met z'n vieren. Ja. En dat is dus de grap van dit voorbeeld. Ze waren met z'n vieren in die auto naar Tsjechië gegaan. Ja. En dat helpt. Natuurlijk. Maar op iedere stoel zit maar één passagier in een vliegtuig meestal. Dus dat is... daarom is daar dus... Ja. Noem nog één keer het getal. 100, 150 gram per kilometer. 100, 150 gram per kilometer. Dus als ik naar Parijs vlieg, dan ben ik al, wat is dat, 500 kilometer? Ja. 500 keer 100 gram, dat is 50 kilo zit je dan, hè? 50 kilo, ja. Enkel. 50, 50. Enkele reis. Ja. Enkele reis. Moet je dan lopen. Ja, nee, dat sowieso. Nou ja, retourtje 100 kilo dus. Als je dat als bagage mee zou krijgen, had je een probleem bij het inchecken. Ja. Of de luchtvaartmaatschappij, dat gelukje waar ze op mikken. Ja, precies. Meer inkomsten. Joris Melkert, die uitstoot waar we het nu over hebben, dat gaat over eigenlijk hoe efficiënt je vliegt volgens mij. Dat is wel enorm veranderd in de loop der jaren. Ja, als je, doet deze het nu? Volgens mij wel. Als je gewoon kijkt in de historie, sinds met name de invoering van de straalmotor in de jaren 50, is het brandstofverbruik per passagierskilometer echt enorm naar beneden gegaan. Uh-huh. Als je die ontwikkeling zou afzetten tegen de ontwikkeling van de auto, dan zouden er nu allemaal in auto's rijden die 1 op 60 reden. Ja. Dus die ontwikkeling is echt wel spectaculair geweest. Ja. Maar het is gewoon voorlopig nog niet genoeg. Nee, dat begrijp ik. Waar kwam die ontwikkeling vandaan? Wat is er toen gebeurd? Nou, de invoering van de straalmotor heeft het een en ander gedaan om combinatie van zuinig met hoge snelheid te doen. Je kan nog wel zuinig. Want daarvoor hadden we van die propellers. Ja, de propellermotoren. Daar kun je overigens nog wel zuiniger mee vliegen, maar dan lever je toch in op snelheid. En het enige wat we in de luchtvaart bieden is snelheid, zei ooit een hoogleraar voor mij. We bieden geen comfort, we bieden helemaal niks, alleen maar snelheid. Oké. Maar goed,
En het is eigenlijk een continue ontwikkeling geweest van steeds lichtere materialen, steeds betere rekenmethoden, steeds betere aerodynamica. Weer die hele combinatie, weer alles hangt met alles samen. Ja. En dat heeft toch gewoon die hele spectaculaire dalingen veroorzaakt. Maar hij begint wel af te vlakken. Het wordt wel steeds moeilijker om naar beneden te komen. Nog dieper te komen. Ja. Dus, maar wat de getallen die we nu noemden, is dat is niet een optimum. Dat kan wel iets aan gedaan worden. Daar kun je een heleboel aan doen. Het is nog steeds zo. Leg deze even neer. Het is nog steeds zo dat we vliegen met een standaard configuratie waar we zo'n pijp hebben die we de romp noemen. Daar stoppen we die passagiers in. Ja. Lekker dicht op elkaar gestapeld. En twee van die planken eraan, die noemen we vleugels. En dat is een best goede configuratie, maar er is best wel meer mogelijk. Je kan best die vleugel en die romp in elkaar overal laten vloeien. Dat heeft aerodynamisch best een aantal voordelen. Mm-hmm. Maar dan zit je eigenlijk met het probleem dat de markt voor vliegtuigbouwers enorm in evenwicht. Er zijn eigenlijk maar twee grote spelers. Dat is Boeing en Airbus, beide aan de ene kant van de Atlantische Oceaan. Die hebben een portfolio wat ongeveer vergelijkbaar is in aanbod. Als je het hun zelf vraagt, zeggen ze nee, we hebben een heel ander aanbod. Maar als je oogharen doorkijkt, zijn ze heel vergelijkbaar. De toestellen zijn vergelijkbaar. Echt vergelijkbaar. Ja. En ze hebben een orderportefeuille die gevuld is voor de komende 10 jaar. En vandaag was het nieuws dat Airbus heeft iets meer dan 700 vliegtuigen afgeleverd. Ja. Maar ze hebben dit jaar 1100 orders erbij gekregen. Dus die orderportefeuille wordt alleen maar verder gevuld. Dus er is daar geen noodzaak om hele drastische ontwikkelingen te gaan doen. De accountants zeggen van nou, laat maar even zitten die drastische ontwikkelingen. We hebben voorlopig nog genoeg werk op de plank en genoeg inkomsten. Ja, dus die zin, heel erg in balans. Want de bestellingen zijn voor toestellen zoals ze nu zijn. Ja, nu zijn er, dat zit het al iedere keer weer verbeteringen. Iedere generatie vliegtuig is weer 20% beter. Maar een generatie gaat wel 20 jaar mee. Dus net al hou je 1% per jaar over. Ja. En jij zegt eigenlijk wel vaker, die 1% is niet genoeg om zeg maar als je gewoon, de echte groei in te dammen. Als je gewoon kijkt naar de wereldwijde ontwikkeling in de luchtvaart, zit daar eigenlijk altijd een groei in van tussen de 5% en 7% per jaar. Af en toe met een crisis een heel klein dipje, maar heel snel zit hij weer op die oorspronkelijke groeicurve. En wat groeit er dan? Het aantal vluchten, een aantal passagiers dat vervoerd wordt. Dus ook de uitstoot als je niks doet. Nou, neem maar eens aan dat ieder vliegtuig qua generatie weer 20% beter is, maar dat de vliegtuig 20 jaar gebruikt wordt. Dus net dan hou je 1% per jaar over. Ja. Met die groei van 5% tot 7% per jaar loop je ieder jaar 4% tot 6% achter. En 4% per jaar betekent een verdubbeling iedere 17 jaar. Dus dat betekent tussen nu en 2035 gaat het probleem verdubbelen. En voor de helft van deze eeuw gaat het probleem nog een keer verdubbelen. En Paul heeft deze proef zich uitgerekend. Ja. Dat tegen de tijd deze eeuw nog factor 9 is geworden in totaal. Ja. Dus nou, we rollen een beetje achter de feiten aan. Laten we even naar Paul Peters overstappen dan. Proefschrift over de effecten van die groei. Met name op het gebied van duurzaamheid, klimaat eigenlijk, ja. Was het hoofdonderwerp. Ja, toerisme en klimaat. Hè. Toerisme en klimaat. De luchtvaart als onderdeel van het hele toerisme. Maar wel een belangrijk onderdeel. Nou ja, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Als je kijkt naar het aantal reizen wat we maken, dan is het maar 20% luchtvaart. 80% is dus niet per vliegtuig. Dus dat is altijd wel iets wat we in de gaten moeten houden. Ja. Als de auto verdwijnt, dan heeft het toerisme een echt probleem. Nou, als het vliegtuig verdwijnt, dan lossen we dat nog wel op. Ja. En als we nou even te zien, niet vanuit het toerisme, maar vanuit het klimaatprobleem. Ja, dan is het weer anders. Want dan is opeens het vliegtuig wel weer de helft. Ja. En dat komt natuurlijk omdat met een vliegtuig, nou ja, het is snel, hè. Snelheid is de essentie. Dus zo gauw je besluit om te gaan vliegen, dan zou je de eerste keer kopiëren wat je daarvoor met de caravan deed. Maar het jaar daarna ga je veel verder weg. Want dan heb je ontdekt, verrek, dat was snel. Ja. Dan kan ik net zo goed 3 uur verder gaan. En de kosten, die zijn het ook al niet. Dus Ja. En er zit dus ook een soort attractie in, gewoon in afstand. Dat heb ik ook gemodelleerd. Dat moest ook wel, want ik moest op de manier die geschiedenis van die enorme groei van die luchtvaart moest wel uit mijn model kunnen komen. Ja. En dat ging eigenlijk alleen maar door aan te nemen, en dat heb ik ook getoetst weer met studenten natuurlijk, met vragen, ja. Dat afstand op zichzelf een attractor is. Maar op welke dus dat manier betekent, dan? Hoe kan zou het hier kunnen doen zijn? Als ik gewoon een reisje, gratis reisje weggeef? Nou, doe eens iets. Ja. Het is niet echt. Nee. Het zijn 3 reizen. Ze zijn helemaal hetzelfde. Het is een strandreis, 1 week, appartement, vlakbij het strand natuurlijk. Je hoeft niet met de bus en zo. Je hebt uitzicht op zee. 1 verschil zit er overal tussen. De eerste is 1000 kilometer weg. De tweede is 3000 kilometer weg. En de laatste is 10.000 kilometer weg. Wie gaat voor A? Noem er een plaats bij. Nee, dat doe ik niet. Oh, Benidorm. Ik ga voor A. Wie gaat voor B? 3000 kilometer. Oké, dat is Kenia. Zoiets. Nee, nog niet. Wie gaat voor 10.000 kilometer? Ja. Bali. Ja, de meeste dus. Ja.
Oké. Okay. We hebben Nederlands spreekwoord ervoor, wat je ver haalt is lekker. Ja. Exact. Ja. Maar dat blijkt dus echt zo te zijn. En dit is heel typisch, ook als je dat met studenten doet. Dan krijg dus die zo afstand, we willen ook ver weg. We willen ver weg. Dus als we de kans krijgen, gaan we verder weg. Juist. En dat is natuurlijk het probleem binnen dat toerisme. Dat één vlucht of één reis met de auto of een reis met de trein, die afstand is sowieso al verschillend. Ja. En daar gaat het grotendeels mis. Nou ja, wat je dan vervolgens ziet als we de hele wereld alles optellen. En we gaan dan doorrekenen naar ongeveer het eind van de eeuw. Dat lijkt heel ver weg, maar zoals je al zei, de bestellingen tot en met 2050 zijn eigenlijk al gedaan van de vliegtuigen. Ja, ja. Wat er nu besteld is, dat vliegt in 2050 sowieso nog. Ja. Dus als je zo'n lange termijn, voorspelling mag je niet noemen, maar prognose doet of een projectie. Dan zie je inderdaad 9 keer zoveel luchtvaart ontstaan. Dat is in een gematigde ontwikkeling. Het kan ook nog wel 25 keer zoveel worden in volume. 2100? In 2100, het eind van de eeuw. Dan zou je dus 25 keer zoveel luchtvaart in de hele wereld. Hè? Niet alleen voor Nederland of zo, maar voor de hele wereld. Oké. Okay. Nou ja, en de gevolgen voor de emissies. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen. Die vliegtuigen worden zuiniger. Dan kom je uiteindelijk toch wel op ongeveer 5 keer zoveel emissies uit. Nou, dat is een lijn die dus zo gaat. Terwijl in Parijs we met z'n allen afgesproken dat... Het is too late. Sorry? Oké, dit was interessant. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Nee, maar ik ga verder. Maar goed, in ieder geval. Het is sowieso te laat. Dat weet ik niet. Ja. Gaan we het zo over. In Parijs hebben we afgesproken met z'n allen die emissies naar beneden te laten gaan. En die komen elkaar daar al deze eeuw tegen. Ja. En dan hebben ze dus een fundamenteel probleem. Ja. Dan kun je niet alsmaar meer gaan vliegen en Parijs halen. Ik bedoel, die combinatie valt dan een beetje buiten de boot. Ja. En dat is toch wat heel veel mensen hopen dat er gebeurt. Oké. Kan een gedragseconoom begrijpen dat we zo prat gaan op die afstand die we reizen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik denk dat als je nou vergelijkt de efficiëntie van vliegen ten opzichte van de auto, is die natuurlijk enorm. Aha. Vergeleken met de efficiëntie van de auto ten opzichte van openbaar vervoer bijvoorbeeld. Dat is een veelvoud. Ja. Mag ik een vraag stellen? Want die techniek, daar weet ik niks van af. Stel nou dat je zou zeggen, misschien ben ik heel simpel hoor. Goh, als we nou de bagage met een trein sturen. En mensen moeten 2 weken van tevoren, een week van tevoren inpakken. Want die trein doet er veel langzamer over. Ik hoor hier een alternatief model opstaan. Nou ja, ik vroeg me gewoon af. Als je dan zegt, dan kunnen we 2 keer zoveel passagiers in hetzelfde vliegtuig stoppen. Want ik begrijp dat het ook gaat om gewicht. Hoe zwaarder, hoe minder makkelijk, hoe meer brandstof je nodig hebt. Is dat een hele rare gedachte? Nee, dat is geen rare gedachte. Dan moet ik even één ding bij vertellen. Dat is waar wij in de luchtvaart continu tegen vechten. Dat is inderdaad gewicht. En waar wij last van hebben is wat we noemen de sneeuwbalfactor. Stel nou eens, ik ben een vliegtuig aan het ontwerpen. En ik maak ergens een foutje. Ik maak iets een beetje te zwaar. Ik maak iets 1 kilo te zwaar. Ja. Mijn vliegtuig is 1 kilo te zwaar. Dat betekent dat mijn vleugels 1 kilo meer draagkracht moeten leveren. Ja. Nou, dat is aan zich niet zo moeilijk. Dat kunnen we heel goed. Maar draagkracht is niet gratis. Daar betaal je een prijs voor. En die prijs die is luchtweerstand. Dus een beetje meer draagkracht betekent een beetje meer luchtweerstand. En die luchtweerstand die moet je overwinnen met een beetje meer stuwkracht. Dus een beetje grotere motoren en een beetje meer brandstof. En die grotere motoren en een beetje brandstof wegen weer een beetje meer. En die extra kilo's die moeten weer van die grond afgetild worden door die vleugels. Dan maak je draagkracht voor, draagkracht is niet gratis. En dat sneeuwbalt maar door. Ja. En als je dus vanaf het eerste begin in het ontwerp daar zo'n fout maakt, dan kan dat vaak 5 tot 6 kilo extra opleveren. Die ene kilo fout levert 5 tot 6 kilo extra op. Ja. Daar zijn we continu tegen aan het vechten. Dus gewicht is inderdaad enorm belangrijk. Maar nu een antwoord op die vraag dus met die trein met bagage, is dat een idee? Bagage, dat is als zich een heel aardig idee. Ja. Alleen de gemiddelde hoeveelheid bagage die mensen meenemen zit zo ergens tussen de 10, 15 kilo. En daar gaan wel een heleboel passagiers, je bent een heleboel koffers nodig om 1 passagier mee te kunnen nemen. Dus ik kan niet praten over een verdubbeling, maar het zou wel helpen. Sterker nog, er loopt nu zelfs een EU-project binnen TU Delft, dat heet het PassMe-project, waar er gekeken wordt. Het PassMe-project. PassMe, ja. Waarbij er gekeken wordt van, kun je die bagage inderdaad niet van tevoren sturen, niet zozeer om dat gewicht te besparen, maar om gewoon de inchecktijd op Schiphol te verkorten, om het allemaal nog efficiënter te maken. Maar dat zou een bijgevoegde... En dat is een studie... sturen met vliegtuigen. Ja, nou, nee, dan gaat het...
gaat het wel met een trein of zo. Okay. Maar mensen hebben dat toch nog wel moeilijkheden mee. Want ze pakken altijd pas op het allerlaatste moment hun spulletjes in. Ze zijn altijd nog wel iets vergeten. Herkenbaar, toch? Ja. En dan denken mensen, ja, aan de andere kant van de wereld zijn geen winkels enzovoort. En kun je geen geld uitgeven en zo. Dus dat is ook een kwestie van gewenning. Vooral Nederlanders. Natuurlijk. Ja, ja. Is dat wetenschappelijk onderbouwd? Vooral Nederlanders? Nee, dit is pure folklore wat ik zeg. Ja, oké. Okay. Nou ja, wel heel amusant natuurlijk. Even kijken, dat resulteert natuurlijk, we hadden het over echt krankzinnige groeipercentages. Ja. Wat betekent dat in het totaal van de klimaatproblematiek, de uitstootscenario's die we nu kennen? Is dat de helft of wordt het, wat gebeurt er dan? Nou ja, dat is... Eigenlijk is het zo, wat we in Parijs hebben afgesproken, is niet zozeer dat die emissies een bepaalde hoogte moeten hebben. Want dat is maar een jaarlijks iets wat er in de atmosfeer bij komt. Waar het echt om gaat, is hoeveel CO2 er überhaupt nog in mag. Ja. Om onder die 2 graden te blijven. Nou, dat is ongeveer 1000 gigaton. Was het in 2015? Het is nu nog ongeveer 920. Want we hebben dus al 8%. Dat is het budget dat we nog hebben. Ja, dat is een budget. We hebben al 8% opgestookt de afgelopen 2 jaar. Ja. Dus dat gaat keihard. Dan kom je ook helemaal niet aan het eind van de eeuw als je zo doorgaat. Dan is het al lang op. En daarvan gaat dat toerisme, moet ik dan zeggen, gaat ongeveer 50%. 50%? Ja. En de luchtvaart daarvan dan weer 30%. Want in het begin is de luchtvaart over de helft. En dat neemt alsmaar toe, omdat de afstanden alsmaar blijven groeien. Ja. En dat groeit dan tot 75% van dat getal. Dus dan kun je ongeveer op dat soort getallen kun je uitkomen. Ja. En dat is best veel voor een sector die ook wel een paar procent bijdraagt aan de wereldeconomie, maar ook niet meer dan een paar procent. In directe zin. Is dit een percentage van het totale transport? Want het is niet een percentage van de totale emissie. Niet van de emissie, nee. Is het 12% of zoiets? Ja, toerisme is nu zelfs minder nog, dat is maar 5%. Luchtvaart is 2,5, dus dat is de helft daarvan. Dan heeft luchtvaart nog andere effecten op het klimaat. Nou, als je dat dan weer doorrekent, zou je inderdaad op die 12 kunnen komen. Die totale emissies gaan omlaag en die luchtvaart blijft maar groeien. En dus dan wordt het oppervlak onder die grafiek, zeg maar, dat wordt dan die 30%. Ja. En daar zit het probleem, want het budget, dat is die 1000. En ja, als het op is, is het op. We moeten negatieve emissies, daar wordt ook over gedacht. Maar vooral gedacht, dat is nog niet zo makkelijk. Ja. Dus maar... daar zit het fundamentele probleem dat we Parijs dus eigenlijk niet halen als we niet op de een of andere manier dat toerisme en met name die luchtvaart erbinnen. Ja. Dus het is wat dat betreft echt een belangrijk onderwerp om het over te hebben. Ik denk het wel. Op de lange termijn in ieder geval wel. Ja, niet morgen, maar op de lange termijn. Dan gaan we even naar ik blijf nog even bij jou. De afspraken, ik ga naar jou. De afspraken die in Parijs zijn gemaakt over luchtvaart. Wat behelzen die als het om dit soort ontwikkelingen gaat? Nou, eigenlijk in Parijs geen afspraak over luchtvaart. Nee, dat is in Parijs raar, hebben we gezegd toch? Van jongens, we willen met z'n allen liefst zo ver mogelijk onder die 2 graden. Liefst zelfs 1,5 graad opwarming. Ja. Als doel. En vervolgens hebben we gezegd van al die landen moeten dat voor zichzelf regelen. Maar de luchtvaart is internationaal, dus dat doen we apart. Ja. Dus al die landen die moeten aan de slag gaan om hun eigen CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. En de luchtvaartsector moet een eigen plan komen om ook hun CO2-uitstoot... De luchtvaartsector, zeg je? Ja, in feite dat is een... de luchtvaartsector. En wie zijn dat? Dat zijn de luchtvaartmaatschappijen. Maar dat niet alleen de luchtvaartmaatschappijen. En ook de auto. Het is een samenwerking van die luchtvaartmaatschappijen en de fabrikanten en de overheden. Dat is een mooi praatgroepje wat daarmee aan de slag gaat. En die moeten dat zelf doen? Die moeten met een plan komen. Oké. Okay. En op zich is er een beetje een feedback. Er was nu een plan gemaakt. Om te zeggen van nou jongens, vanaf 2021 zullen wij als luchtvaartsector niet verder gaan stijgen met die emissies. Want we gaan het anders compenseren. Ja. Dat is in feite van kan je nog afvragen of we het niveau van 2021 kan volhouden. En of je eindeloos kan compenseren. Hoeveel bossen kan je bijbouwen in de hele wereld op een gegeven moment? Of gaat het ten koste van de landbouw en het voedsel en dat soort zaken? Dus daar zijn ook grenzen aan. Ja. Maar goed, dat is het plan nu. En als dat niet gaat werken, er komt wel weer een nieuw Parijs in 2030, waarin ze al gaat vragen van jongens, al die landen zijn heel druk bezig. We zijn gestopt met autorijden, we elektrische auto's, we hebben de industrie is duurzaam geworden, overal wordt de CO2 minder. Ja, en dan moet de luchtvaart ook zo'n oplossing hebben. Ja. Dus het kan goed zijn dat die huidige afspraken, die zijn mooi. In ieder geval, het is fijn dat die sector afspraken maakt, daarmee aan de slag gaat. Het kan goed zijn dat het niet genoeg is, maar goed. Dan zal er wel weer een nieuwe ronde komen. Maar dat is de vraag natuurlijk van hoe dat eruit gaat zien. Leg mij eens uit waarom het logisch is dat de luchtvaartsector uitgezonderd is en het zelf moet uitzoeken. Omdat die luchtvaart is internationaal.
Je kan als Nederland zeggen, als Nederland krijgt een opdracht van, goh, jullie moeten je CO2-uitstoot met zoveel procent reduceren. Ja. Pak een beet. Nou, zorg er dan eerst maar eens voor dat je in 2050 zo'n 80-95% reductie hebt. Dan kan Nederland, wat moet Nederland tegen in Schiphol, op Schiphol zeggen? Oké, wij doen die luchtvaart, die kan dan spelen met wat doet de industrie, wat doet de luchtvaart. Ja. Maar de luchtvaartmaatschappijen, die vliegen van overal naar overal. Dus je kan als Nederlander zeggen van, nou, in luchtvaart, jullie moeten 50% naar beneden. Maar dan zeggen de Belgen van, nou, wij doen het even anders. Ja. Dus dat is, daarom is het handig dat die luchtvaartsector op zich dat, zeg maar, wereldwijd regelt. Ja. Alleen moet het wel goed doen natuurlijk. En dat is even het spannende, hoe snel dat gaat en hoe goed dat gaat. En wat je nu wel kan constateren, is dat het niet makkelijk zal zijn. Nee, dat begrijp. Want elektrisch autorijden kan wel, elektrisch vliegen, dat wordt een stuk lastiger. Ja, nou, daar gaan we dus, het zo over. Maar dat betekent dus dat die sector dus met een plan moet komen, ja, om het duurzaam te regelen. En dat zal een prijskaartje hebben en dat zal je misschien moeten gaan betalen. Paul Peters, vanwaar die ironische grijns toen je hoorde dat het misschien wel goed zou komen? Nou ja, ik ben de afgelopen 5 jaar als consultant voor de milieubeweging in Brussel, zeg maar de koepel. En ook eigenlijk de wereldwijde milieubeweging bij dat gezelschap geweest waar ze over dit soort dingen praten. Dat is de ICAO, de Internationale International Civil Aviation dat Organization. Dat is een VN-organisatie? Het is een VN-organisatie, ja. Dus op zich is het van de ene VN-organisatie naar de andere gegaan. Ja. Nou wordt die organisatie wel redelijk zwaar gedomineerd door de industrie, hoewel het dus altijd landen zijn die daar besluiten nemen. Dat doen ze overigens achter gesloten deuren, dat is ook wel weer interessant. Er zijn een heleboel observers en daar zit natuurlijk de Boeing, de Airbus, de Airlines, met die IATA zitten daarin en nog een heleboel organisaties. En natuurlijk ook die milieubeweging, ja. Dat is er dan één. Maar jij hebt daar zicht op? En ik heb dat gezien hoe dat ging. En ja, we hebben bijvoorbeeld een brandstof-efficiency-standaard gehad. Dat was in de auto-industrie best wel een aardigheid. Dat van 150 gram per kilometer. En dan gaat dat langzaam naar 110 gram. En dat werkt ook, want die fabrieken moeten zich daaraan houden. Ja. Maar bij de luchtvaart werkt dat dus niet zo. Want de marges om dat te doen zijn sowieso, en dat zal je ook wel beamen, zijn niet zo groot bij de auto. Dus om die stappen te maken? Ja, dus je hebt maar een heel kleine marge om zo'n norm op te zetten. En er is altijd wel een uitzondering. En we zitten nu dus op een zodanige norm dat het eigenlijk gewoon de ontwikkeling die er al was vertegenwoordigt. Dus dat wordt niet beter daardoor. Nou, dan heb je inderdaad het compensatieverhaal over Corsia. Natuurlijk, als die twee lijnen elkaar kruisen, is het sowieso Je gaat mogelijk. Snel, wacht maar even. Goed. Compensatieverhaal, wat bedoel je? Nou ja, dat is het compenseren van de CO2 na 2020. Ja. Wat er dan extra bij komt, dat is al een beetje een zwakke doelstelling. Want in Parijs moet het naar beneden. Ja. In de luchtvaartsector, nou, wij zijn heel goed bezig, wij maken hem constant. En dit is nog steeds die badkuip die aan het overlopen is. Dus constant is, die kraan moet dicht. Ja. Want anders blijft die overlopen. Dat is een andere remedie. Daar gaan we zo heen. Toch eerst nog eens even naar... laten we eerst eens even naar de zaal gaan, als jullie het goed vinden. Zijn er vragen of opmerkingen? Daarachter. Wacht even op de microfoon. Die komt nu aangesneld. Brand, daar. Ja. En zijn er nog meer vragen, dat we dat vast weten? Ja, hier, daar. Oké. Zo. Even wachten. Even, want het vliegtuig over is. Ja, dat heb je soms. Kan gebeuren. Ja, over die vervuiling hadden we het nog niet. Ik wil graag weten waarom alles in kilometers wordt uitgedrukt. Vervuiling in kilometers, CO2-uitstoot in kilometers. Ja. Ik begrijp dat het milieu, de omgeving, het absorberen van vervuiling, dat gaat per tijdseenheid. Krijg je dan niet een heel ander beeld wat betreft vervuiling van vliegtuigen, autoverkeer enzovoort, door het in tijdseenheid te zien? Hans Hilbers, misschien even de eenheid uitleggen? Nou, dat is... Kijk, het is helder dat een vliegtuig in tijdseenheid het vrij hard gaat. Het aantal CO2-uitstoot per uur van zo'n vliegtuig is best hoog. Daar maak ik me geen illusies over. Maar puur het besef dat we straks meer kilometers vliegen als auto rijden, vond ik op zich wel verhelderend. Ja. Want die dacht van vliegen, dat doe je maar één keer per jaar. Maar hoe maak je nou tastbaar wat je doet? Maar een retourtje in New York is evenveel als een jaartje auto rijden.
En dat is een beetje om het, dus de discussie van, goh, het gaat om het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Ja. En als we dat opgelost hebben, dan zijn we klaar. Om dan het gevoel te geven van, ja, maar hé, die CO2-problematiek, dat gaat in feite over kilo's die gerelateerd zijn aan de kilometers die je maakt. En dat is de reden waarom ik die shift naar kilometers gemaakt heb om te laten zien hoe, zeg maar, qua impact dat vliegtuig op een gegeven moment dus minstens zo belangrijk wordt als de auto. En dat is in feite waarom ik die switch gemaakt heb. Ja. Oké, okay. En dat is, je kunt natuurlijk technieken op die manier ook makkelijk vergelijken. Want zoals Maarten zei, als ik op de fiets was gegaan, dat duurt wat langer. Maar dan ga je misschien minder ver. Ja, dat zou denkbaar zijn. Oké. Wat ik een beetje lastig vind aan de vergelijking is dat, ik noemde het eerder al even, een auto kan je vervangen door openbaar vervoer. Dat kost je ongeveer 2 keer zoveel tijd nu. Dat weet ik omdat ik ga alleen met openbaar vervoer. En bij elke reis kijk ik altijd, hoeveel tijd had ik bespaard als ik in de auto stapte? Oh, ja. Ja. Als ik het ongewenste gedrag, dan had ik heel veel tijd bespaard. Ook kosten, maar ook veel tijd. Maar als iedereen meer richting OV zou gaan, zou dat ook veel beter OV geven, want dat is efficiënter enzovoort. Dat kan je vervangen. Maar naar New York kan je niet vervangen. Daarom noemde ik al eerder, het is natuurlijk een heel efficiënte manier. En als je het vergelijkt met auto, voor mijn gevoel mis je dan in de vergelijking dat je de auto, wat je met de auto doet, zou kunnen vervangen door openbaar vervoer, ja, zonder een heel groot tijdsoffer. Ja. Maar dan kom ik weer terug bij wat Paul zegt. Je kan New York niet vervangen door met de auto of met de fiets naar New York, maar je kan wel met de trein naar Parijs of Barcelona. Of met de fiets naar Rotterdam. Ik bedoel, Nou vergelijk je met dit weer trein zou ook niet op de fiets vliegtuig naar Rotterdam gaan. Hoor. Maar ik vergelijk trein en auto. En dan offer je in het huidige systeem offer je ongeveer de helft op in tijd. Maar als meer mensen dat zouden doen, en je zou de snelwegen lekker smal maken, dat is natuurlijk een veel betere oplossing voor het fileprobleem, dan steeds breder, want dan komen er meer auto's. Dus dat bedoel ik, dat je het op die manier mijn gevoel moet vergelijken. Maar het punt is dat hoe vaak wij naar andere werelddelen reizen, ongeveer 3/4 van de kilometers met het vliegtuig is dus naar andere continenten. Dan gaat het dus niet om van, goh, kan je beter met de trein naar Siberië gaan? Dat kan, maar dat is voor. Ja. Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Het kan niet. De keuze waar je naartoe gaat, is variabel. Ja. Je hoeft niet per se naar New York. Dus in feite de discussie over vliegen of niet vliegen is ook de discussie van, goh, waar ga je heen? Hoe vaak willen we, hoe ver? Ja. En waarom gaan we daar naartoe? En kan je datzelfde niet ergens anders halen? Mm-hmm. En dat is in feite dus bestemmingskeuze en vervoerwijzekeuze, die hangen met elkaar samen. Yes. Paul Peters? Dat is wel de essentie. Want de Nederlanders, maar 10% van die reizen zou je echt niet kunnen vervangen door iets anders dan het vliegtuig. Ja. En sterker nog, 50 jaar geleden waren ze allemaal vervangen door iets anders dan het vliegtuig. Want toen hadden we dat helemaal niet. Ja. En dat ging prima. Je kon allemaal naar Oostenrijk, naar Zuid-Frankrijk, naar Spanje zelfs. Met de bus, dat ging allemaal. En niemand klaagde daar echt over. Niet meer dan over de luchtvaart nu. Nee. Dus dat is eigenlijk niet veranderd. Maar nu doen we er meewarig over. Dat zou je wel zeggen. Ja, dat dan weer wel. Okay. En ook als je kunt er ook met een feestje natuurlijk niet mee komen. Ik ben maar, als je dan over New York praat, dan zit iedereen meer van, oh, dat is bijzonder. Met de boot naar New York gaat, dat is dan daarentegen weer op zo'n feestje heel erg interessant. Ja, hoewel dan heel veel mensen meteen in de verdediging schieten van, ja, maar dat doe je ook nooit meer. Hè? Nee, dat is waar. We hadden nog meer vragen, zag ik. Daar, en dan gaan we hier naar voren. Ja. Ik ben zo nieuwsgierig hoe groot het aandeel eigenlijk is van dat toerisme op het vliegen. Want we praten nu alleen maar over die hele vrijblijvende reizen. Maar er zijn ook heel andere type reizen die met vliegtuigen gemaakt worden. Als ik gewoon hoor van mensen in de VS die al hun familie altijd hebben wonen op afstanden waar ze heen moeten vliegen of zakenreizen en dergelijke. Ik weet gewoon niet hoe groot het aandeel is van dit soort toerisme vliegen, waar we het steeds over hebben, goeie op vraag. Het vliegen. Toerisme versus ander vliegen. Ja, nou even iets rechtzetten. Een toerist is iemand die ergens anders overnacht.
Minstens één nacht. Dat kan ook een zakenman zijn. Dat is dus ook een zakenman. Okay. En dat kan ook iemand zijn die naar een congres gaat. Dus als ik een congres ergens anders toespreek, dan zeg ik, nou, jullie zijn dus allemaal toeristen, zijn ze nooit blij mee, maar het is wel zo. Tenminste, volgens de VN-definities daarvan. Dus de familiebezoeken waar mevrouw het over heeft, ook allemaal toeristen. Zijn ook toeristen. En de verhouding daartussen is ongeveer 50% is zeg maar dat leisure toerisme, vakantie. En dan allebei een kwart voor zaken en voor dat familiebezoek. Maar ze hangen allemaal samen. Als ik zelf naar een conferentie ga, dan pak ik er meestal een dagje bij. Ga ik in eentje wandelen, ben ik opeens een leisure toerist geworden. En als ik de kans heb en ik ken daar iemand in de buurt die er toevallig niet is op de congres, ga ik daar ook nog even langs. Nou, dan heb ik ze alle drie in mezelf. Daarom is het ook niet zo goed te scheiden. Dat heeft ook niet zoveel zin. Dus toerisme moeten we even hier in deze zaal onder verstaan. De hele zooi bij elkaar. Goed antwoord. Goeie vraag, goed antwoord. Daar nog een vraag. En wie waren er nog meer? Ja, niet allemaal. Ja? Het worden er twee. Heel kort over vliegkilometers. Gaan die altijd over de grond of door de lucht? Er wordt steeds over kilometers gesproken. En de tweede vraag is waarom vliegen voor werk op een of andere manier vliegen meer legitimeert dan leisure. Oké, dat gevoel. Terwijl we internet hebben, hè, waar we heel veel mee kunnen als we willen confereren. Oké, wie? Ja, Paul? Dat is een hele goede vraag ook. Toen de crisis in 2008 uitbrak, toen zag je een flinke deuk in de luchtvaart. Waar kwam dat vandaan? Zakenverkeer. Dus dat geeft ook wel iets aan hoe belangrijk die zakenreizen allemaal zijn. Zo gauw er even een dreiging is dat het minder wordt. Het was alleen nog maar een dreiging in het begin voor de meesten. Pats, werd gelijk geschrapt. Dus ja, ik weet ook niet wat belangrijker is. Dat moet de markt dan maar uitmaken, denk ik altijd. Maar daar gaat Henriette over, geloof ik. Nee, maar is er een verschil, zou kunnen zeggen, tussen dat leisure, dat voor de lol vliegen, versus omdat je nou eenmaal voor je werk moet? Ik denk dat als je gaat kijken naar verschillende soorten vliegreizen op Schiphol, dat je zo als diagnose AVU wel een groot verschil ziet tegen wie er in het ene aan het andere vliegtuig stappen om werk of niet werk. Ik denk niet dat je alle werkreizen kan vervangen door internet. Nee. Dat is uit mijn eigen ervaring. Als je naar een internationaal congres gaat, ik denk dan ook vaak al die tijd dat het kost, geld dat het kost. En toch maakt het echt iets uit. Ik zeg niet dat je dat heel vaak hoeft te doen, maar het echt iets uit. Als je mensen wel tegenkomt. Als je mensen wel tegenkomt. Ja, ja. Eventjes over markt, maar ik weet niet of ik daar nu op in mag gaan. Ja. Als ik even een algemeen economisch verhaal, heel simpel. Als je het gedrag wil beïnvloeden, als je denkt er moet minder gevlogen of er moet minder CO2. Hè, zo eigenlijk, hè. We hebben een CO2-uitstootdoelstelling. Dus eigenlijk moeten Nederlanders gemiddeld niet meer dan zo en zoveel per jaar. Dan kan je zeggen, oké, ik ga dingen verbieden. Gloeilampen hebben we verboden. Nogal ingrijpend achter de voordeur. Ja. Ik ga dingen gebieden, afvalscheiding. Ja. Ook erg ingrijpend en de effecten zijn betwist. Je kan ook zeggen, ik ga beprijzen. Ik maak duur wat ik wil ontmoedigen en ik subsidieer wat ik wil aanmoedigen. Ja. Dat doen we eigenlijk niet. Ik zei net al, met openbaar vervoer reizen is duur binnen met de trein. En kost veel tijd en tijd is geld, dat weten we ook. Je kan zeg maar aanmoedigen, voorlichten, aanmoedigen, ontmoedigen enzovoort. En met dat laatste wil ik even vanuit mijn vakgebied een soort eye-opener bieden. Ja. Dat we weten uit een heleboel onderzoek dat als mensen zich op het ene terrein braaf gedragen, voelen ze zich gerechtigd. En dat is bewust en onbewust om op een ander terrein te zondigen. En er is een heleboel onderzoek nu naar dit verschijnsel op duurzaamheidsgebied. En dan zie je dat een campagne voor minder water, die heeft effect. Ja. Maar tegelijkertijd gaat het elektraverbruik van diezelfde gezinnen omhoog. En wel met meer, zoveel meer, dat de netto-som negatief is. En dat vind ik heel zorgwekkend. Want je ziet bijvoorbeeld ook, dat is onderzoek in Amerika, daar wordt ook altijd het meeste gedaan, dat gezinnen die een, laten we zeggen, zuinige auto hebben aangeschaft, die hebben als tweede auto veel vaker een, ik noem even Hummer.
ja? Dan gezinnen waarvan de eerste auto niet zuinig was. Oké, okay, maar dus ik wil even naar terug. Ik wil graag naar het vliegen toe. Ja, oké. Okay. Ja, goed, naar vliegen. Ja. Maar ik begon met te zeggen, je wil eigenlijk dat de gemiddelde Nederlander niet meer dan een gedrag vertoont waarmee die niet meer dan zo en zoveel uitstoot. Ja. Het budget, iemand had het over het budget, ja? Gedeeld door het aantal Nederlanders. Ja. En dan wil ik eigenlijk een vierde manier hier voor het voetlicht brengen, waar ik heel sterk in geloof. En dat is op de bon rantsoeneren. In de oorlog en in de oliecrisis wilden we niet het prijsmechanisme laten bepalen wie er nog eten had, hè? Ja. In de oorlog. Want dan heb je dus rijken kunnen alles en armen kunnen niks. Maar er is schaarste, er is acute schaarste, dus je hebt een ander systeem. Je deelt toe op basis van bonnen. Mensen krijgen bonnen. Maar dan we hebben nu ook een schaarste. Ja. En ik zou zeggen dat als je de Nederlander, de volwassen Nederlanders of per gezin, je kan er een rekensommetje op loslaten. Die geef je allemaal een CO2-rantsoen. Dat hoeft niet meer met een papieren bon, maar dat kan op een bonuskaart. Een CO2-pas. En sommige goederen, daar moet je en voor betalen. En je moet die pas swipen en er staat een saldo op. En je mag kiezen. De een zegt, ik wil een internationale carrière in de wetenschap. Daarvoor moet ik vliegen naar Brazilië, noem maar op. Ja. Oké, dan doe ik dat. Ja. Maar dan pak ik in Nederland, als ik naar het werk ga, het OV en de fiets. Een ander zegt, nou, ik wil heel graag naar mijn huis in Italië. Daar gebruik ik mijn rantsoen voor. Maar ik eet geen vlees en in Nederland ga ik met het OV. Dus, ja. Een derde die zegt, ik wil eigenlijk niet dat rantsoen helemaal benutten. Ik ben heel duurzaam. Ik gooi mijn pasje in de prullenmand. Of ik verkoop het aan die zakenman. Die kan mijn reizen maken. Ja, ja, ja. Ik heb geld. Ik kan dat geld niet besteden aan CO2-uitstoot. Dus ik ga het besteden aan zuinige dingen. Dat zou een enorme impuls zijn voor duurzame productie. Ja. Maar dus het geeft een enorme vrijheid. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk ja, op de bon. Het klinkt een beetje inderdaad oorlogssituatie natuurlijk. Maar zo bedoel je het niet. Misschien is het zo urgent. Misschien is het wel oorlog. Misschien is het zo urgent. Ja, oké. Okay, nu wordt het heel dramatisch natuurlijk. Maar nee, ik denk realistisch. Echt waar. Het is zo. Oké, okay, is het oorlog? Wie vindt dat het oorlog is? Okay. Ja, ik denk dat het oorlog is. Ja. Crisis staat voor de poort. Oké, okay. Even reactie op het idee van, we geven iedereen een budget. Nou, het is die hele emissiehandel is in feite hetzelfde systeem. Ja. Maar dat bestaat is in feite allemaal bij bedrijven. Het gaat voor bedrijven, ja. En wat je in feite ook kan zeggen van, nou ja, misschien als we zeggen, goh, we hebben nog 1000 gigaton. Dat zijn in feite alle bonnen die de hele wereld heeft. En ik heb ook iets van, laten we ook zo, als je dat zo zou kunnen invoeren. Van goh, of je nou als luchtvaartsector het lukt om die vliegtuigen heel mooi zuinig te maken. Of dat je zegt van goh, ik maak de tickets duurder. Want ik kan daarmee emissierechten opkopen waarmee we versneld de kolencentrales in Polen kunnen sluiten. Of andere emissies kunnen terugdringen. En dat is goedkoper voorlopig. Ja. Prima. Als iemand betaalt voor zijn CO2-emissies. En dat geld wat wordt opgehaald wordt gebruikt om elders op een duurzame manier CO2-emissies te reduceren. Dat kan heel, als je dat goed regelt, kan dat efficiënt zijn. Alleen dan zal je wat Paul schetst ook merken dat naarmate de tijd vordert. En alle kolencentrales in Polen al gesloten zijn. Ja. En iedereen al van het gas af is en zijn hele huis heeft geïsoleerd. Het steeds moeilijker worden om nog emissierechten te vinden. Ja. En dat is dus het spannende van, goh. Ja, maar jij zegt emissierechten. Maar als je gewoon zegt, een Nederlander mag zoveel CO2 uitstoten. Hier is je pasje. Doe ermee wat je wil. Ja. Wil je een heleboel vlees eten? Doe maar. Maar dan kan je niet
Naar Kenia. Dat die pasje, dat onze kinderen zullen nog minder budget krijgen op een pasje. Nou, dat kan je natuurlijk uitrekenen. Ja. Als wij minder budget nemen, de kinderen meer. We gaan nu helemaal de CO2-handel in, zeg maar. Ja. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Het is eigenlijk niet handel, hè? Het is eigenlijk niet handel. Ja. Het is toewijzen. Maar goed. Volgens mij is het punt gemaakt. En we praten hier vanavond over hoe moet het nou met dat vliegen. En eigenlijk kwam het al een beetje aan de orde, iets wat ik aan Joris Melkert wil vragen, namelijk het wordt steeds moeilijker om zeg maar nog winst te behalen, om dingen te doen met minder CO2-uitstoot, om het zo te zeggen. Jullie kunnen zo ongelooflijk veel in Delft. Waarom gebeuren al die slimme dingen niet? Dat is een hele goede vraag en dat is ook wel een frustratie waar we toch maar al een beetje... Maar waarom kan dat niet? Waarom kunnen slimme ideeën die jij hebt niet in de industrie omdat ze meer kosten dan wat het nu kost. Dat is eigenlijk het korte antwoord. En je hebt twee dingen die spelen. Je hebt de fabrikanten van vliegtuigen die de markt heel netjes in evenwicht hebben. En een orderportefeuille die gewoon over 10 jaar gevuld is. Die hebben geen urgente drang om dingen te verbeteren. En de luchtvaartmaatschappij die apparaten opereren, die hebben een winstmarge die is bijna niks. Een gemiddeld ticket levert niet meer dan een tientje winst op. Minder dan een tientje zelfs wereldwijd. Dus de marge om te bewegen, om nieuwe dingen te doen die per definitie in het begin duurder zijn, die is er gewoon niet. Het is niet voor niets zo dat er per jaar verschillende luchtvaartmaatschappijen omvallen, omdat die marges zo klein zijn. Niet voor niets dat KLM ongelooflijk hard moet onderhandelen met zijn cabinepersoneel om die kosten te drukken. Die marge is er gewoon dus niet. Dus er is geen ruimte voor innovatie? Ruimte. Nee, dus als je nou iets zou willen doen, dan zou je op ieder ticket een soort innovatietoeslag moeten zetten. We vliegen per jaar, komend jaar waarschijnlijk 4 miljard passagiers rond. Allemaal een paar euro innovatietoeslag erbij, dan gaan we misschien een beweging doen. Dus mijn voorstel zou zijn een innovatietoeslag. Maar als jij zegt die marge, heb je dan rekening gehouden met het feit dat de echte marge voor prijsvechters zit op bagageboete, All inclusive. Ik had een kaartje gestuurd waarop per continent stond aangegeven wat het gemiddelde opbrengst is. Netto opbrengst per ticket. Ja. En dat is echt minder dan een tientje gemiddeld. En van dat tientje zou dus al die innovatie, hogere efficiëntie, slimmere brandstoffen moeten komen. Biobrandstoffen, verzin het allemaal maar. Ja. En dat is gewoon per definitie duurder dan dat tientje. Dat kunnen ze gewoon niet betalen. Hoe groot is het reservoir aan uitstekende ideeën? Geef eens een, ik zou wel zeggen eindeloos. Iedere dag vinden wij weer nieuwe dingen uit. Voor slagen kun je dan maken? Nou, je kan echt wel meer dan die 1% per jaar maken. Daar hoeveel? Verschillende procenten per jaar. Misschien kunnen we zelfs wel die groei bijhouden op een gegeven moment. Als dat kan. Maar het zit natuurlijk ook nog met te maken met het feit dat nieuwe dingen wel net zo veilig moeten zijn als voorheen. En dat kost gewoon tijd om dat te bewijzen. Ja. Want ik denk dat er weinig mensen die zullen zeggen van, nou, ik heb hier een vliegtuig. Dat is net zo betrouwbaar als het bestaande vliegtuig. Kans op een dodelijk ongeval 1 in de 9 miljoen vluchten was het afgelopen jaar. Of ik heb nu een vliegtuig. Nou, kans 1 op 2000 dat u doodgaat. Welk vliegtuig kiest u dan? Dat de keuze niet zo moeilijk is. Dat heet de avonturenreizen. Sommige mensen zullen wel fijn vinden. Die vliegen dan met Noord-Koreaanse airlines en zo. Ja. Nee, maar even zonder gekheid. Er is dus wel heel veel mogelijk. Maar dat gebeurt niet, want er is geen geld voor. Er is geen geld voor. En de noodzaak om dat te doen is er nog niet. Die wordt nog niet gevoeld. Die wordt niet gevoeld. Met name die richtlijnen die dan uitkomen uit die VN-organisatie. Die zijn wel, dat is wel in beweging in de goede richting, maar ze zijn allemaal nog zo soft dat dat niet die druk opvoert om dat snel te gaan doen. En de macht van de twee luchtvaart of de twee fabrikanten in de wereld, die is allemaal netjes in evenwicht. Die zien ook geen echte absolute noodzaak om te gaan bewegen. Ja. Dus er moet ergens een maatschappelijke druk vandaan komen, misschien wel als een soort game changer om iets in beweging te gaan zetten. Maar die zie ik nog niet komen, eerlijk gezegd. We gaan zo over betere vliegtuigen fantaseren. Wat kan er allemaal? En misschien ook nog even het andere helft van het verhaal, die compensatie en Poolse centrales sluiten of misschien een boom planten. Maar we gaan eerst even naar Lucas Keining. Lucas, ben je er klaar voor? Lucas Keining van Nemo, Kennislink Nemo. Klopt. Moet ik zeggen. Of Nemo Kennislink, Nemo, dat weet Kennislink. Ik nooit. Maar als je het maar allebei zegt, is het goed. Dames en heren, Lucas Keining. Goedenavond, deze doet het hè? Heel fijn. Ik ga uw kennis testen, uw vliegkennis. En dat gaat met een petje of petje af quiz. U kent het wel. Ik laat eerst even de prijs zien. Dat is deze fantastische
Ja, hij mag eentje verder, dan ziet u het ook wat beter wat het is. Dat is deze cartoon van Archibald. Hij is vooral leuk als je de uitdrukking kent. Dus wie kent de uitdrukking waar dit over gaat? Misschien moet ik het nog even zeggen. Je zegt wel eens, ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig. En dan wordt dat ineens wat grappiger. Voor de als troostprijs zijn er nog hier kaarten van Archibald bij de bar verkrijgbaar. We gaan allemaal staan straks. En dan, dat mag u nu alvast gaan doen. En dan mag u één slide verder. En het werkt zo dat als u het goede antwoord heeft, dan mag u blijven staan. En u kijkt allemaal bij elkaar of u niet vastbeeldt. En als u het verkeerd heeft, dan gaat u zitten. Op een gegeven moment hou ik dan één persoon over als het goed is. Er zijn twee antwoordmogelijkheden. De eerste is dan moet u laten zien dat u een vliegtuig bent. En pas op de bril van de buurman. Of optie B, dat is de vliegenier. En dat doet u op deze manier. Zullen we dat even oefenen, het vliegtuig? Dat gaat goed. Hij mag ook een beetje zo of zo, hè, natuurlijk. En dan deze, de vliegenier. Ik zie dat u dat ook allemaal heel goed beheerst. Dan gaan we naar vraag 1. De mensen die in Europa hebben gezien, zullen dit waarschijnlijk wel weten. U zag een man, Frans Reichel, of Frans Reichel, maar hij springt van de eerste verdieping van de Eiffeltoren, vrij hoog. Dan is de vraag, bij de volgende slide, gaat dat goed of gaat dat niet goed? Hij mag één slide verder en dan ziet u... Terug. Oh. De slide waar de antwoordmogelijkheden bij staan. Misschien is dat de volgende. Ja, gaat het goed met uw vliegtuig? Gaat het niet goed? Dan doet u de vliegeniershelm. Heeft iedereen zijn antwoord? Ja, en dan gaan we kijken naar het antwoord. Dat gaat niet helemaal goed. Nee. Nee. Dus iedereen die een vliegtuig had, die mag gaan zitten. We gaan naar het volgende. En let u goed op, want het begint meteen. Bij de volgende slide. Voilà. Dezelfde vraag. Gaat dat goed of gaat dat niet goed? En bij de volgende slide ziet u weer welke opties dat zijn. Dus vliegtuig als u denkt dat het goed gaat. En hoe noem je dat? Een vliegbril, hè? Vliegbril. Vliegeniersbril. Precies. Dan gaan we meteen... dat is een extra punt voor je, ja. Waar u niks aan heeft, maar wel een extra punt. Dan gaan we naar het antwoord kijken. En dat gaat nog best goed. Ik heb niet het hele filmpje afgemaakt hier, maar hij gaat gewoon naar de... Ja, ik moet altijd tempo maken. Maar de mensen die een vliegeniersbril hadden, die moeten gaan zitten. Meestal hadden we dat goed volgens mij. Gaan we naar het volgende filmpje. Dit zijn een paar mensen gesponsord door Red Bull en die hebben wel meer van dit soort stunts. De vraag is niet of het goed of verkeerd gaat, maar zij gaan landen in een helikopter of in een vliegtuig. Dus een beetje een James Bond actie. Met bijbehorende dingen. Dus maak uw keuze. Heeft iedereen gekozen? Dan gaan we naar de oplossing. Voilà. Dat doen die mensen zomaar even. Dus de mensen met... het was dus in het vliegtuig. Dus de mensen met een vliegeniersbril gaan weer zitten. Zeg ik dat goed? Ja. Dan gaan we naar het grootste... hoe noem je dat? De grootste luchtvaartuig ooit. En dat is van de nazi's geweest. Dat is deze. De Hindenburg. Met bijbehorend logo op de... staartvin. De vraag is die gevuld met helium of is die gevuld met waterstof? En dan gaan we kijken wat het antwoord is. Dat is waterstof. Misschien wist u wel, hij is op een gegeven moment ontploft. En helium, dat is een edelgas, dat brandt niet. Maar waterstof, dat knalt uit elkaar. Maakt wel water. Dus de
de schade voor het milieu was beperkt. Een paar Duitsers hebben het niet helemaal overleefd. Even kijken, dan hebben we nog, nou, we hebben nog wat mensen staan. Hè? Dan gaan we naar de hoogste sprong ooit. Of tenminste, dat zeg ik niet helemaal goed, maar in ieder geval de hoogste vrijval ooit. Een man, straks in beeld, die gaat van 39 kilometer. Dus nou, nog niet in de ruimte, maar vrij hoog. Gaat hij springen? Dat is bij dit filmpje te zien. Wederom gesponsord door Red Bull. Dit trouwens niet waarom ik dat steeds zeg, is eigenlijk helemaal niet handig. Nee, ik zeg ook Coca-Cola en Fernandez, want dat is ook heel lekker. En heel zoet. De vraag is, gaat deze meneer sneller dan het geluid of niet? Zijn er mensen met vliegeniersbrillen? Ook wel, hè? Ja, dat maakt het wel spannend. Gaan we meteen maar even kijken wat er gebeurt. Speed 600 miles per hour. 650 miles per hour. Speed 700. U zag het, Mach 1, hè, dat is sneller dan het geluid. Zijn topsnelheid was zelfs 1363 km per uur. Was dat de Mach 1 bij die luchtdruk? Nou, het gaat om de snelheid. Het gaat niet om de luchtdruk. Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is, u heeft een goede vraag. Wat, had u het antwoord goed? Ik had het fout, omdat ik... Ah, oké. Okay. Die meneer mag blijven staan. Die wel, hè? Ja. Ja, u mag blijven staan. Oké. Okay. Ja, dat is met de strategie, want ik weet ook niet alles helaas. Dus dan gaan we naar de volgende vraag. U ziet, waar ben ik? Ja, u ziet bij de volgende vraag iemand nou, iets heel moois doen. Na jaren oefenen, is dit echt of is het nep? Is het, even, oh ja, dat is goed. Ja, bij de volgende slide, zie je dat? Zo. U tijnt er allemaal niet in, hè? Van, nou, het is helaas nep. Dus de mensen met die een vliegtuig nadeden, die gaan helaas zitten. Even kijken, we hebben nog zo'n 20 man over, denk ik. Gaan we naar de volgende vraag. U ziet een vliegtuig. Heel groot vliegtuig. Het is namelijk het grootste vliegtuig, of grootste vrachtvliegtuig ter wereld. Die kan het meeste vracht. Er kunnen 25 volle vrachtwagens in qua gewicht. Is dit een Amerikaans vliegtuig of een Europees vliegtuig? En u ziet, ja, u ziet het hier. Amerikaanse of Europees? Heeft iedereen zijn keuze gemaakt? Het is Europees. En ik had een paar dingen weggehaald, net bij de cockpit, daar zie je, wat staat er, Miria of zo. Het komt uit Oekraïne, officieel Europees. Dus vandaar. En er is wel eens een referendum over gehouden, als ik me goed herinner. Oh, ja, specifiek over dat vliegtuig, dat klopt. En het heet Antonov AN-225, dus dan kunt u dat op feest en partij nog eens benoemen. We gaan naar het volgende filmpje. Dat is weer een meneer die gaat van een berg afspringen. Hanneweg. En nou is de vraag weer, gaat het goed of gaat het niet goed? En dan gaan we kijken. Gaat dat goed? Hanneweg. Dit is een hartslag. Kind of difficult win. Friendly line. En dit is in Noorwegen, mijn fjord. Vrij bizar. Dus die man met terugwerkende kracht, die man bij de Eiffeltoren was nog niet eens zo gek. Maar hij had net niet helemaal lekker pak. Het was dus het vliegtuig. Dan gaan we naar de laatste vraag voor de finale vraag. U heeft hem al voorbij zien komen, de Solar Impulse 2 van de Fransman Bertrand Piccard. Die is de hele wereld overgegaan met dit vliegtuig. En nou is de vraag, de grootste afstand die je met dit vliegtuig kunt vliegen, of wat hij er in ieder geval mee heeft gevlogen. Ter vergelijking, Boeing 777 kan maximaal 13.805 kilometer vliegen. Is de afstand die dit vliegtuig minder dan 5000 kilometer of meer? En als u denkt precies 5000 kilometer, dat zou ook bijzonder zijn, maar dan kies je dan voor meer.
Je hebt een vliegtuig. We hebben nu alleen maar brillen. Nee. Nee, nog twee vliegtuigen zie ik. En we mogen naar het antwoord. Het is meer. Hij kan zelfs 8000, nou, ruim 8000 kilometer vliegen, heeft hij een keer gedaan. Vrij bijzonder. Dan gaan we nu naar de finale vraag. Mag ik even kijken, de mensen die nog staan, dat zijn er... Steek even uw hand op als u nog staat, dan kunnen we het goed zien. Ja. Of 10, hè? Oké. Okay. Nou, dat wordt lekker rekenen. Ja. U ziet hier, het is geen filmpje, maar het is een meneer. Ik heb zijn naam helaas niet staan, maar hij heeft het wereldrecord het papieren vliegtuigje vouwen. Of gooien eigenlijk. Het vouwen heeft misschien die man achter hem gedaan. En dit is binnen. En de vraag is, hoe ver is... wat is de afstand die hij heeft gedaan? En dan begin ik helemaal links bij jou. En roep het maar als je wil. 80 meter. 30. Jij dacht in? 35. 79. 79. En dan onthoud even wat je hebt gezegd, dus joh. 81. 65. 15. 57, zei u? 47. 89. 82. 53. 91. Ben ik nog iemand vergeten? Ja, sorry. Jij zegt? 85. En iemand zei 65, hè? Dat was jij. Het is namelijk 69 en 14 centimeter. Volgens mij ben jij de winnaar. Jee! Ja? Kom ook even naar je toe. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Als je na afloop nog even komt, ik heb ook wat inpakmateriaal. Okay. Dan gaat hij niet in de storm kapot. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. De winnaar, dames en heren. En Lucas Keining. Goed, we waren eigenlijk voor dit intermezzo een beetje gebleven bij de vraag... We vliegen nu op kerosine. Dat is toch eigenlijk waar we op vliegen, of niet? Ja. Ja. En dat is, wat is dat? Een soort benzine? Even voor mij. Het is een soort diesel. Een soort diesel. Een soort diesel is het. Ja. En dat wordt in een straalmotor gewoon gebruikt, verbrand, hoppakee. Ja, we maken er een stuwstraal van. Ja. Nou is dat eigenlijk heel ouderwets. Hè? Komt uit de grond, fossiele brandstof, gaat een keer op ook waarschijnlijk. Geeft een hoop troep, dat hebben we daarnet al uitgebreid besproken. Kan dat niet heel anders? Laten we een rijtje maken. Mm-hmm. Elektrisch vliegen, klinkt goed. Doen we met de auto ook? Kan, nou, maar, niet vliegen, maar rijden dus. Ja? Kan, maar de prestatie van de elektrische vliegtuigen die je nu kunt krijgen zit op het niveau waarin we rond 1909 zaten. We kunnen net het kanaal overvliegen. Je bedoelt dat wat we toen met brandstof deden, dat kunnen we nu elektrisch? Ja, we zouden drie kwartier uurtje vliegen, dan kun je net het kanaal overvliegen en dan moet hij weer een paar uur aan de lader. En 1-2 passagiers, meer niet dan dat. En hoe komt het dat dat niet verder is dan dat? Dan komen we toch weer terug op dat sneeuwbaleffect. Iedere kilo telt en accu's zijn gewoon heel veel zwaarder. Je kan heel veel minder energie in een kilo accu stoppen dan je in een kilo kerosine stopt. Er zit een factor 60 verschil tussen. Dat is bijna twee orders verschil. En dat telt zo hard door in die sneeuwbalfactor dat je gewoon tegen een muur aanloopt. Ja, dus elektrisch vliegen naar zeg maar het kanaal over, dat zou kunnen. Dat lukt en wel. En dan nog eigenlijk voor de lol en iemand mee. En dan houdt het op dit moment maar wel op. Maar dat klinkt niet serieus. Nee, voorlopig wat niet. Wat is het perspectief dat daarin zit? Er zit wel een lange termijn perspectief in. Ik ben toevallig vorig jaar op een workshop in Amerika geweest waar we gepraat hebben over elektrisch vliegen en hybride vliegen. De consensus was wel, het gaat wel komen, maar het is niet de huidige generatie vliegtuigen, niet de komende generatie vliegtuigen, maar op zijn vroegste generatie daarna pas. En het gaat via twee routes komen. Het gaat via de route van de kleine vliegtuigjes komen, de General Aviation, de kleine luchtvaart. Dat zie je dus nu ook, dat kun je nu ook kopen. Een vliegschool in Hilversum heeft al een paar van die dingen rondvliegen. En het gaat komen via de route van hybride vliegen. Eigenlijk een beetje Toyota Prius-achtig iets. Eerst een klein beetje elektrisch met nog een verbrandingsmotor erbij en steeds meer elektrisch naarmate tijd vordert. Maar denk echt verschillende decennia. Echt niet nu of 5 jaar, echt niet nu of 10 jaar. En dat hybride, hoe zou dat in de praktijk dan werken? Nou, stijg dan je op met het een en doet het onderweg dan? Dan kun je bijvoorbeeld, dan krijg je waarschijnlijk weer een soort propellerachtige motoren die dan aangedreven worden door elektromotoren. Ja. En de elektriciteit die heb je een beetje uit de accu's en een beetje met een verbrandingsmotor die aan boord een soort generator staat aan te drijven. En omdat die dan op een optimaal toerental draait, kun je daar weer iets zuiniger mee zijn. Maar je drijft eigenlijk de elektromotor aan met de...
Met een verbrandingsmotor. Met de verbrandingsmotor. Maar alleen die doe je, laat je wat efficiënter draaien. Dus het is allemaal een beetje labwerk. Ja, voorlopig. Ja. En wat zou je daarmee, als je het over uitstoot hebt, uiteindelijk winnen? Nou, ik denk voorlopig aan 10% of zo. Daar hoef je echt geen overdreven voorstelling van te maken. Dat is geen wereld van verschil. Nee, voorlopig niet. Dat is echt nog lange termijn. Ja. Nog een zijstraat. Waterstof. Klinkt altijd goed als alternatief voor iets fossiels. Ook een heel aardig idee. Een normale straalmotor kun je in principe laten draaien op waterstof. Dat kan er zo in. Dat zou met hier en daar wat aanpassing. Maar dat hoeft niet eens van die hele grote dramatische dingen te doen. Ja. Maar. Oh, je zakt een beetje weg. Het probleem van waterstof is, je kan heel veel energie in een kilo waterstof stoppen. Maar heel weinig energie in een kubieke meter waterstof. En je hebt dus veel ruimte nodig. Zelfs als je het vloeibaar maakt. Dan heb je nog heel veel kubieke meters nodig. Dit is eigenlijk het plaatje wat ik daarvoor gemaakt had. Vloeibaar waterstof zit heel ver rechts. En rechts is goed. Dat betekent heel veel energie in een kilo. Ja. Megajoules per kilo. Ja. Maar het zit heel laag op de verticale as. Het aantal kubieke meters wat je nodig hebt om energie mee te nemen. En om voldoende waterstof mee te moeten nemen, moet je een beetje een voorstelling maken. Denk aan die grote dubbeldeks Jumbo van Airbus, de A380. Dan zou je het onderste dek vullen met passagiers en het bovenste dek moeten vullen met waterstoftanks. Dat is een beetje het orde van grootte waar je aan moet dan gaan denken. Een beetje de Hindenburg dan heb je ook eigenlijk al dat soort dingen weer. En het probleem is, je moet het spul wel overal ter wereld beschikbaar hebben. Met een auto en een biobrandstof kun je lokaal nog wat doen met suikerriet of suikerbieten of iets dergelijks. Maar als ik in een vliegtuig stap, in 12 uur sta ik in Singapore en 12 uur later sta ik aan de andere kant van de wereld in Nieuw-Zeeland. En als daar geen waterstof is, dan kom ik nooit meer terug. Dat is leuk, misschien voor een aantal mensen, maar voor een heleboel mensen is dat niet leuk. Nee, maar dat betekent dat je een totaal andere infrastructuur zou moeten organiseren. En dat moet wel met een soort grote klap gebeuren. Ja. Want je kan niet dat op een paar plekken doen. Want als het dan een keer ergens technisch misgaat en je moet ergens anders landen, kom je daar niet meer weg. Dus dat heeft ook nog wel wat hele praktische consequenties. Dat klinkt als iets wat heel ver weg is. Ik geloof daar ook niet in voor de komende 5 tot 10 jaar, helaas. Waar ik meer in geloof is iets zoeken in de buurt van die Jet A1. Dat is dan kerosine wat we nu gebruiken. En omdat met een beetje biodiesel achter is. Diesel gaat niet, diesel bevriest. Maar een Fischer-Tropsch kerosine of een andere vervanger van kerosine maken die je dan. Je zegt nou heel gniepig iets heel ingewikkelds volgens mij. Wat voor kerosine? Fischer-Tropsch kerosine. Okay. Dat is synthetisch gemaakte kerosine. Ja, ja. Eigenlijk en waar maak je dat van dan? Dat kan uit een heleboel dingen. Eigenlijk is een kerosine is een koolwaterstof, als het dan heet. Misschien weten we dat nog van scheikunde. Allemaal koolstofatomen op een rijtje. Ja. Aan elkaar genaaid zijn met wat waterstofatomen eromheen. En als je nou maar een bron van koolstofatomen hebt, kun je die chemisch aan elkaar rijgen en kun je kerosine maken. Ja. Dat kun je maken uit kolen. Dat deden ze in Zuid-Afrika tijdens de apartheidsboycott. Want ze konden geen fossiele brandstof krijgen, dus maakten ze het uit kolen. Je kan het uit gas maken. Dat doet wat Shell nu doet voor de V-Power diesel. Daar zit een beetje synthetisch gemaakte diesel uit gas. Je kan het ook uit een biobrandstof maken. Dat heet dan een biomass to liquid brandstof. Dus je kan het technisch gezien voor elkaar krijgen om het uit een biobron te doen. En er zijn zelfs ideeën. Als je nou een reststroom van CO2 hebt, heb je in feite koolstofatomen. Als je dan de zuurstof er weer af weet te peuteren, dan kun je daar weer mee verder. Maar het is allemaal veel energieintensiever en voorlopig veel duurder. Oké. Okay. Maar als ik dit zo alles bij elkaar dan zie staan, dan zeg je eigenlijk, we gaan gewoon door met kerosine. Ik denk dat er vrij weinig alternatieven zijn op dit moment. Kerosine is wat dat betreft eigenlijk een fantastische stof. En als je gewoon kijkt naar waar accu's zitten, echt helemaal links onderin, terwijl je eigenlijk rechts bovenin zou willen zitten in dat grafiekje. Ja. Het is echt, ik zie geen praktische oplossingen nog. Nee. Althans, er zijn wel technische oplossingen, maar ze zijn voorlopig nog niet praktisch of te duur. En dan weer herinnering roepend die hele lage marge op die tickets. Ik zie geen incentive om dat te gaan laten bewegen op korte termijn. Hans Hilbers, het komt niet goed, hoor ik net. Ik vind het nog te vroeg. Je vindt het te vroeg voor die conclusie? Nee, het punt een beetje is van, een paar jaar geleden hadden we Parijs ook niet gedacht. Ja. Ik heb wel de analogie met de AOW-leeftijd, die was ook onbespreekbaar om die te verhogen tot het moest. Toen kon het ineens. Ja. Dus er komt een moment dat, als de rest al om is, dat iedereen zegt van wat zijn die vliegtuigen toch een godsnaam aan het doen. Omdat zeg maar, we hebben alles al opgelost en dat vliegt nog steeds het klimaat aan de knoppen. En dan komt er dus op een gegeven moment toch druk om iets te gaan doen. Nou, ja, alleen dat, het probleem is dat het, omdat het wereldwijd moet, gaat dat traag.
En het heeft risico's. En we hebben nog enkele decennia onderzoekstijd nodig om zover te komen. Maar dit zou wel die gamechanger kunnen zijn die we nodig hebben. Henriette Prast, ik vraag me alsmaar weer af bij die marge waar het zo alsmaar over gaat. Die beperkt is en daardoor kan er niks. We kunnen het toch gewoon 2 keer of 3 keer zo duur maken? Heb je 2 effecten. Hij kan aan het werk blijven of aan het werk gaan. Leuk, of werk zat, maar toch leukere dingen. En er wordt minder gevlogen waarschijnlijk, omdat het duurder is. Ja, nou ja, dan wordt er minder gevlogen. Dan is er dus minder omzet. Dat kan. Je kan natuurlijk van alles... Nee, maar dat is die beprijzing waar jij het over... Je kan de prijs, ja. Dan heb je dus dat mensen met een kleinere portemonnee opdraaien voor het milieu. Dat kan je voor kiezen. Ja. Ik vind het een iets minder sympathieke oplossing dan andere oplossingen. Ik heb wel een ideetje wat niet zoveel tijd nodig heeft als de techniek van meneer Melkert. Ik vind het wel leuk. Tas zitten allemaal leuke ideeën. Nou, ik heb even een rekensommetje gemaakt. Oh, okay. Ja, nou, okay. Ga je het voorlezen? Ik ben gewoon even naar KLM Catering gegaan. Ik heb een kleine historie met KLM Catering. Let op. Ja. Nou, KLM Catering maakt dagelijks, daar zijn ze heel trots op, 55.000 maaltijden. Dagelijks. Voor de passagiers. De toeristen. Per jaar is dat 20... Ik hoop dat ik geen rekenfout heb gemaakt, want het wordt allemaal opgenomen. 20.075.000 maaltijden. Nou, 3% van de mensen is vegetariër, dus dat zijn die 75.000. Dan houd ik over 20 miljoen maaltijden met vlees en vis. Als dat nou 50 gram gemiddeld per maaltijd is, dan kom ik op een jaarlijks... Ja, sorry, ik moet in mijn leesbril. Dan kom ik op globaal 20 miljoen kilo CO2-uitstoot te besparen door alleen vegetarische maaltijden aan te bieden door bij KLM in het vliegtuig. Nou, mijn buurman Milieubalans 2009 heeft benadrukt hoe nadelig dierlijk eiwitconsumptie is voor het milieu, waaronder CO2 en wateruitstoot. KLM kan er morgen mee beginnen. Dus eigenlijk, we hebben het over het verkeerde. We moeten iets anders eten. Ik bedoel, dit is toch een aardig getal. Ja. En bovendien geeft het een soort boodschap. Want nu moet de vegetariër, ik spreek uit ervaring, iets doen om geen vlees of vis te krijgen of honger lijden op de continentale vluchten. Paul Peters, zit dat in jouw model ook, dat wat wij aan boord eten? Nee. Nee. Het is niet onsubstantieel. Ja, ik denk dat als je het zou afzetten tegen die 7000 miljard die we net hoorden van de hele Nederlandse luchtvaart, dan is het opeens ook weer wat minder. Dat is ook wel logisch, want we hebben ook uitgerekend bijvoorbeeld als we alles... Het is wel gratis, hè? Ja, maar we hebben uitgerekend bijvoorbeeld dat als je afgewerkt frituurvet gebruikt om kerosine van te maken, dat kan. Hè, en dan kun je 2 dagen Schiphol bedienen van een jaar friet eten. En, we kunnen natuurlijk met z'n allen gewoon 150 keer meer friet gaan eten. Eten meer friet. Ik denk dat dan weer terugkomen bij jou die kilo's die er dan bij komen, dat we dan ook weer veel meer nodig hebben. Dus dat is een oneindig groeien. Dat is weer de sneeuwbal, zeg maar. Ja, die gaat waarschijnlijk ook vertellen. Dus dat is niet de oplossing. Maar wat wel interessant is, je had het net over die schaarste, die bonnen. En je hebt geld nodig. Nou, ik heb altijd geleerd uit de economie, schaarste levert geld op. Ja. Dan gaan de prijzen vanzelf omhoog. Dus dan heb jij je geld, heb jij je schaarste. En als we dat zo doen dat zeg maar de totale CO2 inderdaad binnen Parijs blijft, hebben we dat ook nog gered? Want daar ging het uiteindelijk allemaal om. En dat vergeet je soms wel eens in de discussie. Maar daar begonnen we. Nou, ik heb dat ook allemaal een beetje in dat proefschrift mee zitten spelen met die gedachtes. Eigenlijk moet je de schaarste zo maken dat we ongeveer 80% gaan vliegen in de rest van de eeuw op het niveau van 80% van wat we nu zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zoveel minder, dat is maar een paar jaar geleden dat niveau. Dan heb je de schaarste, want dan moet je op de een of andere manier moet je dat vasthouden. Bijvoorbeeld door de vloot niet groter te laten worden of die luchthavens niet te laten uitbreiden. Dat is een interessante voor Schiphol bijvoorbeeld. En dan hou je dat gewoon allemaal vlak. Dan gaan die prijzen omhoog, want het leuke is dat je 20% minder gevlogen, maar je verdient uiteindelijk aan het eind van die eeuw toch 30% meer. Dat komt omdat die prijzen omhoog gaan. Dus die luchtvaartsector wordt eigenlijk rendabeler, want je hoeft er hetzelfde voor te doen. Ja. En sterker nog, het wordt zo bijzonder dat je een vlucht kan krijgen, dat mensen waarschijnlijk niet meer gaan zitten zeuren van die bengruimte. Nee, niks ervan, je bent al blij dat je een kaartje hebt. Dus...
Dus daar, hoef je ook al, daar kun je ook nog eens op bezuinigen. Nou ja, dan kun je die technologie verder ontwikkelen. Mocht het nou zo ontzettend succesvol zijn dat jullie dan inderdaad opeens in de helft van de tijd die technologie voor elkaar hebben, dan komt er ook weer meer ruimte om meer dan die 80% te vliegen. Ja. Maar je moet het niet omdraaien, want dan halen we Parijs dus nooit. Dat is een beetje het punt. Mooi hè, eigenlijk wel, dat geluid. Ja, daar hebben we het alsmaar niet over, hè. Sorry. Ja, we zitten toch ergens onder de aanvliegroute Schiphol, volgens mij. Ja, zit in Amsterdam, hè? Dan krijg je dat. Ja. Dit zijn allemaal natuurlijk aardige dingen om over te filosoferen, maar ik heb het gevoel, het gebeurt niet. Joris zegt, de boel zit eigenlijk op slot. Mm-hmm. Iedereen wil voor minder aanbieden en heeft dus kleinere marges. En als je dat niet doet, dan ben je weg, want de ander vliegt ook. Kortom, de boel zit op slot. Is het denkbaar, en daar wil ik eigenlijk het laatste deel ook met u trouwens aan besteden. Je had het over een gamechanger. We moeten een gamechanger hebben. Maar ja, dat is een mooi woord, maar wat zou dat kunnen zijn? Welke gamechanger kan het gebrek aan innovatie en het ongebreideld vliegen toch eigenlijk nog steeds voor elkaar krijgen? Zullen we gewoon even het rijtje langs? Die gamechanger, jij begon erover. Ja, ja nee, hij komt dus niet van de luchtvaartmaatschappij, want die hebben geen ruimte. Hij komt niet uit de fabrikanten, want die hebben alles netjes voor elkaar voor de komende 10 jaar. Ja. Het moet denk ik echt uit de maatschappelijke druk komen, die dan later omgezet wordt in wetgeving, van het mag gewoon niet meer. U zult nu zoveel minder CO2 uitstoot, anders mag u niet meer vliegen. Ik denk dat het een vergelijkbare soort omslag moet worden als met akkoorden van Parijs, dat op een gegeven moment een soort momentum moet ontstaan waarbij we zeggen, wij vinden het niet langer maatschappelijk acceptabel dat wij dit doen. En ja. Dan op een gegeven moment die stap wel gaat volgen. En dan gaat het natuurlijk nog een aantal jaren duren, want wat we in Parijs bedacht hebben is ook nog niet met 1, 2, 3 geïmplementeerd. Maar ergens moet er zo'n omslag komen. En de vraag is, zijn we op tijd om dat te doen? Maar is de vraag niet eerst, zijn we op tijd, dat geloof ik best, maar zijn we überhaupt bereid om dat te doen? Waarom zouden we? Op dit moment nog niet. Nee. Het is overigens zo, als je in het regeerakkoord staat, we moeten weer eens gaan nadenken over vliegtaxen enzovoort. En als je iedereen op Schiphol vraagt, en RTL Nieuws heeft dat ook een keer gedaan, bent u bereid om een tientje meer te betalen als u schoner vliegt enzovoort? Dan zegt iedereen ja, maar de praktijk heeft aangetoond dat iedereen nee doet als ze achter de computer zit en een ticket moeten boeken, gaan ze toch het goedkoopste zoeken. Dus ja, nou dan doe je toch gewoon een luchtvaartbelasting, Henriette Prast? Ja, ik heb dacht ik aangegeven dat ik dat geen goed idee vind. En is heel partieel, want er zijn meer CO2, meer vervuilende activiteiten. Waarom licht je er dan eentje uit? Hmm. Terwijl er mensen misschien zijn die alleen dat willen en die op alle andere terreinen heel zuinig zijn. En bij elke belasting heb je... Is dat voor lagere inkomens een zwaardere straf? Ja, dat vind je een heel belangrijk tegenargument. Dat vind ik een belangrijk punt. Ja. En ten derde, als je ergens een belasting op doet, dan is er minder koopkracht. Dan moet je dus bereid zijn te accepteren dat er minder wordt besteed. Mensen minder kunnen besteden, minder groei. Ik observeer dat die bereidheid er eigenlijk niet is. Oké. Okay. Die zou er misschien moeten zijn, maar die is er niet. Nee. Ik noteer hem wel, maar ik heb niet het gevoel dat hij er zomaar is, die gamechanger. Nee, ik zie hem nog niet komen. We gaan even naar je buurman. Een gamechanger. Ja, wat zoeken we? Volgens mij moet je het zoeken uiteindelijk toch in het beleid. En de weeffout in de hele internationale klimaatdiscussie zit hem erin dat we die luchtvaart hebben uitgezonden. Overigens maar voor de helft, hè. Dat is alleen het internationale deel. Het nationale deel zijn landen zelf verantwoordelijk voor. Dus wat er binnenlands gevlogen wordt in Nederland, die 3 vluchten per dag, zijn we zelf verantwoordelijk voor. Ja, oké, maar dat is wat Hans straks uitlegde, die uitzonderingspositie binnen Parijs. Ja. Maar dat is uiteindelijk maar een afspraak. En het is helemaal niet zo ingewikkeld om dat terug te brengen naar die landen. En dat is echt de enige manier. Want wat er nu gebeurt, we hebben een Schiphol-discussie. In de milieueffectrapportages van alle luchthavens in Nederland staat CO2 alleen maar voor het deeltje tot het hek van de luchthaven. En de rest wordt vergeten. Dus dat zijn de autootjes die heen en weer rijden? Nou, en de vliegtuigen tot het hek. Echt waar? Ja, en de rest, dat doen ze dan zonder of zo. Maar terwijl die luchthaven niet kan bestaan als niet die hele vlucht gemaakt wordt. Ja. Dat is evident. Okay. Dus moet je, en wat we nu als politiek kunnen zeggen van, ja, maar dat lossen ze in Montreal, waar die ICAO zit, dat lossen ze daar wel op. Maar dat is dus niet zo. Dat hebben we ook genoeg voorbeelden van. Ja, je hebt ze bezig gezien en had er weinig fiducie. Dat gaat gewoon te lang duren. Dat is echt te laat.
Dus als je dat nou terughaalt naar de Nederlandse verantwoordelijkheid, dan die 49% die minister Wiebes graag wil gaan bereiken in 2030, zit luchtvaart dus niet in. Daar haalt hij er dus ongeveer 7-8% van alle emissies, laat hij buiten beschouwing. Maar als hij die nou mee moet nemen en het blijft groeien, dan wordt dat straks 10%. En ja, moeten de helft hebben, dus dan wordt het al 20%. Ja. En dan wordt het eindelijk de discussie waar die hoort, namelijk gaan we investeren in Schiphol? Gaan we investeren in high-tech dingen die niet Schiphol heten? Of gaan we zelfs investeren in nog hele andere dingen? Dan wordt het tenminste een heldere politieke discussie, want dan is degene die de investering doet, is ook verantwoordelijk voor de gevolgen. Ja. En dat is nu dus helemaal niet zo. Dus dat zou eigenlijk die gamechanger waar Joris het over heeft, die zou dat dichterbij kunnen brengen. En dan kan het uit de techniek gaan komen, of het kan uit het gedrag gaan komen, of het kan, nou ja, waar dan niet uit. En daar heb ik dan wel wat scenario's voor uitgerekend. En maar dat is echt geen vreselijk scenario. De kern van je boodschap is, hou op met die uitzonderingspositie, stop het gewoon absoluut in de landenbudgetten. Daar zou Nederland, als Nederland voorop wil lopen in de internationale discussie, zou dat de boodschap naar buiten moeten worden. Is het dan niet ironisch dat we toch wel een vrij belangrijke luchthaven hebben hier? Ja, dat is ook ironisch. Ja. Goed, dat is natuurlijk het moment, dat is dan de change van het game. Ja, precies. En je kunt het ook omdraaien en zeggen, dan kunnen we ook iets doen. En dan kunnen we ook iets doen. Ja. Misschien is het zelfs een verworvenheid. Hè? Nou ja, ja. Nou, dat is een sommetje, dat is misschien wel een leuk sommetje. Denemarken, die heeft 30 jaar geleden, of toen zat ik even in die windenergie, stonden we Nederland en Denemarken gelijk. Nou, dat is nu wel een heel groot verschil. Gelijk in hoeveelheid kennis en hoeveelheid windenergie. Ja. Inmiddels is de Deense economie, is windenergie is veel belangrijker dan de hele luchtvaart bij ons. Echt wel 3, 4, 5 keer zo belangrijk, economisch. Omdat zij er wel in geïnvesteerd hebben, wij niet. Dat was een keus, maar even kijken hoor. Wat je dan ziet is dat Kopenhagen bijvoorbeeld, de gemiddelde uitstoot daar is iets van 7 ton per inwoner. Amsterdam is 15. Exclusief Schiphol. Nou, Schiphol is hartstikke belangrijk voor Amsterdam. Zou je Schiphol erbij doen, dan wordt het 30. Moet je eens kijken wat een verschil. En het is allebei economisch rendabel. Ja. Nou ja, dat is iets wat ik even mee wil geven aan hoe je daarmee kan spelen. En we hoeven echt de economie niet weg te gooien. De economie kan nog groeien gewoon zoals die normaal doet. Sterker nog, als we zo'n innovatieslag maken, hebben we ook weer wat te verkopen in de rest van de wereld. Ja, oké. Okay. Ja. Precies. Ja, moet je er wel met de trein heen trouwens, heb ik gehoord. Maar dat is een ander probleem. Ook een mooie doen. Henriette Prast, zoeken gamechangers. Ik vind ransonering een gamechanger. Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Behalve misschien de bagage met de trein vooruitsturen. En dat vlees, hoe serieus is dat nou? Dat is heel serieus. Ja? Ja, het is een hele grote bron. Ja. Milieubalans 2009 van Planbureau. Mijn slager heeft nog de milieubalans door midden gehakt. Die was niet blij mee. Dat weet je niet. Ja, serieus. Echt serieus? Mijn slager. Dus jij had dat rapport gemaakt en jouw slager heeft het doorgehakt? Ja, die vond het vlees straks geen goed idee. Okay. Op zich is het voedsel is ook een belangrijk issue. Ja. Helemaal mee eens. Ja. We hebben ook nog een methaanprobleem. Die zero emission koeien is ook niet gelukt. Dus dat is nog een serieuze tak van sport. Serieus, zeker. Maar wat we bij de luchtvaart niet moeten vergeten, het is nu eigenlijk belachelijk goedkoop. De automobilist betaalt 6 cent per kilometer aan accijns en btw. Dus die betaalt voor zijn CO2. We gaan steeds meer energiebelasting betalen om die energietransitie van meneer Wiebes te kunnen betalen. Ja, en hoe zit dat met vliegen? En de luchtvaart betaalt dus niets. Helemaal niet. Dat is het gekke. Dus in die zin is het niet zo raar dat je op een gegeven moment dat een keer recht breidt. Ja. En ja, nou goed, dan wordt vliegen weer een stukje duurder. En dat is voor de arme mensen is dat vervelend. Maar als ik een stuk lees over een Engelsman die binnen Engeland met de trein duurder is als vliegen over Spanje, dat geeft wel een beetje aan dat vliegen nu eigenlijk gewoon te goedkoop is. Dus als door klimaatbeleid vliegen duurder wordt, dan groeit het misschien wat minder hard. Dan verdubbelt het misschien niet in de komende 20, 30 jaar. Ja. En dat is op zich ook helemaal niet zo onhandig als we problemen hebben met de capaciteit rond Schiphol en geluidhinder en gedoe rond Lelystad. Dus in die zin kan klimaatbeleid ons ook helpen om die groei van die luchtvaart wat te beteugelen. Ja, ja. En als ik vraag, wat is jouw gamechanger? Wat is dan het korte antwoord daarop? De crux is dat de luchtvaart moet gaan betalen voor het opruimen van die CO2. En als je, hoe meter ze hun CO2 kunnen opruimen, hoe minder ze hoeven te betalen. Ja. En dan hoop ik dat die fabrikanten zelf doorhebben dat het slim is om die slimmere vliegtuigen te maken, want dat is voor hun businessmodel uiteindelijk rendabel. Ja. Alleen het lastige is, dat moet voor een deel wereldwijd, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar er is dus in die kosten van vliegen zit nog wel wat rek. Het is niet zo'n ramp als het allemaal wat duurder wordt.
Oké, okay. Joris, als we nu, dat is even om dit rondje weer rond te maken, zeg maar. Als we nu zeg naar 2 keer zo efficiënt, zo schoon vliegen willen, hoeveel duurder moet het dan zijn? Nou, even een orde van grootte idee. Het ontwikkelen van een groot nieuw verkeersvliegtuig praat je ontwikkelingsprogramma om ergens 15, 20 miljard euro. Dus dat moet je dan ergens zien op te brengen. En dit is waarschijnlijk wel wat revolutionairder dan de ontwikkelingen die nu. Dat zijn vaak ontwikkelingen van een beetje verder. Ja. Dan maak je een stap van 20%, maar als je een stap van 50% moet maken, denk dan toch enkele tientallen miljarden euro's. Dus vandaar eerder mijn pleidooi voor een innovatietoeslag op ieder ticket. Dat we in ieder geval die stappen kunnen gaan maken. En hoeveel was dat ook weer? Nou, het begint met een paar euro per ticket, maal 4 miljard vluchten per jaar wereldwijd, dan begint het te tellen. Ja, we noemen het de euro van Joris. Lijkt me een prachtig idee. Dat lijkt me een heel goed idee. Goed, nog meer game changers. We hebben een hoop gehoord, maar ik wil er nog een paar bij hebben. Daar. En daar, een hele belangrijke, toch? Ja, wacht even. Je bent nu de man op een feestje als je het verst vliegt van allemaal. Met roken was het ook zo, wie het beste kon roken, inhaleren, was de man op het feestje. Als we dat nou eens zover krijgen dat je eigenlijk een ontzettende loser bent op feestjes als jij vliegt en helemaal als je ver vliegt. Ja, oké. Okay. Ja. En het idee, hoe word je een loser als je ver vliegt? Nou, dat je buiten moet gaan staan, net als de rokers. Oh, ja. Nou, dat vind ik een hele goeie. Oké, vliegers. Buiten praten over vliegen. Ja. Al die mensen die straks zeiden dat ze 5 keer per jaar vlogen, die moeten de zaal uit. Ja. Die meneer, die wil al de hele tijd zijn gamechanger kwijt. Ja, hallo, ik ben de gamechanger. Jij bent. Nee, maar ik heb eerst één vraag aan Joris Melkert. Hoe ga jij, als er heel veel innovatieve mogelijkheden zijn, het vliegtuig wat bij mij elke dag op 300 meter boven mijn huis vliegt met 85 tot 90 decibel geluidsproductie, hoe ga jij die geluidsproductie terugdringen met je innovaties? Dat is vraag 1. Volgens mij kan dat namelijk helemaal niet. De vliegtuigen worden steeds groter en zullen ook steeds meer lawaai gaan maken daardoor. Sterker nog, ze hebben nu op Rotterdam Deek Airport, daar gaat het even om, daar woon ik. Ik was te zien in de uitzending van Zembla, samen met mijn vrouw, Vliegveld Nederland. Ik wil daar de discussie wat groter trekken. Ik denk dat namelijk de gamechanger de politiek moet zijn. En de politiek moet goede beslissingen gaan nemen en die moet leiding gaan geven over, over deze beslissingen. Want maatschappelijke druk is er wel degelijk. Er zijn bij elk vliegveld van nationaal belang zijn er heel veel mensen die daar zeggen dat ze daar last van hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over geluidsoverlast vanavond. Ja, oké, maar dat hoort daar dan ook bij. Ja, maar dus de gamechanger zijn de mensen die nu al heel veel last hebben van de vliegtuigen. De krimp die is gewoon noodzakelijk. De oplossingen zijn er niet. Dus ik zou zeggen, stem op een goede partij met de gemeenteraadsverkiezingen en zorg dat de krimp ingezet wordt. De gamechanger is de politiek. De gamechanger is uiteindelijk de politiek, ja. Oké, dankjewel. Nog 3. Hier, die meneer wil ontzettend graag het spel veranderen. Zeg het. Ik zou ervoor willen pleiten dat mensen beter worden geïnformeerd over de CO2-uitstoot. Als ik met de NS een treinticket boek, dan krijg ik de vergelijking tussen mijn treinreis en een autoreis. Ja. Onlangs ben ik gaan kijken hoe ik kan reizen per trein naar Zuid-Frankrijk. Nou, de prijs viel 4 keer zo hoog uit als, met het vliegtuig. Mm-hmm. Maar ik zou daarbij graag dan ook willen weten hoeveel CO2-uitstoot scheelt het als ik met de trein ga in plaats van met het vliegtuig. Dus de gamechanger is, zet het erop. Mijn gamechanger is goede informatie voor de consument qua prijs en qua CO2-uitstoot. Ja. Want ik weet van die meneer daar, Paul Peters, dat als je nog verder onderzoek pleegt op het internet, mijn treinkaartje overigens aanzienlijk goedkoper kan zijn. En ik weet van die mevrouw sinds vanavond dat als ik met het vliegtuig ga, ik niet altijd de allerslimste ben. En dat ik dus eigenlijk duurder uit ben soms als je met het vliegtuig gaat. Dus ik denk alleen al op basis van de bestaande informatie, als mensen beter geïnformeerd worden, dat het wel eens zo kan zijn. Ja. Dat dan dat schijnbare verschil veel kleiner is. Oké, ik heb hier nog een gamechanger en dan nog 1. Daar.
Of hebben we ook een meisjes game changer? Oké, dat toeristische vliegen, dat is natuurlijk een substantieel aandeel van alle kilometers of alle mijlen die gevlogen worden. Je zou eraan kunnen denken dat je de ervaring die toeristen zoeken, dus ergens lekker ver weg op een warm eilandje, dat je dat gaat vervangen door een andere ervaring waarmee je helemaal de blits maakt. En nou ga ik eventjes out of the box denken, een heel maf idee natuurlijk, maar waarom niet, hè? Je zou kunnen denken aan virtual reality. Je biedt mensen de mogelijkheid om in een uiterst geavanceerde virtual reality omgeving 1 of 2 weken met vakantie te gaan en je maakt op elk feestje de blits, want dan ben je, dan ben je de vegetariër van de toekomst. Juist, oké, virtual reality. Oké, moet je overigens wel even afvragen wat al die servers staan te verstoken die jou je vakantie bieden. Nog één, wie? Oh ja, hier, daar. Oeh, dat is middenin, dat is moeilijk. De huisregel is, we houden de microfoon altijd vast. Ja, ik heb vanavond een aantal keer gehoord dat de marges per ticket heel klein zijn. Alleen het aantal passagiers groeit heel erg. Ik heb net even gespiekt en ik zag dat Ryanair in de tweede helft van 2016 toch 1,3 miljard winst heeft kunnen boeken. Dus is er toch niet meer ruimte bij de luchtvaartmaatschappijen dan dat we misschien nu stiekem denken? Dat is een... Ja, het is wel een vraag, maar ook wel een gamechanger misschien. Ik zal het wel beantwoorden. Wat doen ze met die winst dan wel? Nou, niet de piloten overbetalen in ieder geval. De luchtvaart is een sector dat is echt altijd een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. Het ene jaar, als de economie wat beter doet, gaat het fantastisch. En de brandstofprijzen zijn laag, dan is dat wel marge. En we zitten nu even in zo'n periode. En over een paar jaar gaat de brandstofprijs omhoog. En dan beginnen we allemaal weer te vragen. We willen een brandstoftoeslag eisen. Dus die marges gaan echt vrij sterk op en neer. Nu zitten we even in een wat hoogtepunt. En het gaat niet lang duren voordat dat weer naar beneden gaat. Het ene jaar heeft KLM honderden miljoenen verlies. Andere jaren een paar honderd miljoen winsten. Dus daar zou ik maar niet op vertrouwen. Dat is geen langdurige bron van continue financiering, helaas. Oké, dus het anders inzetten van de winst is in dat opzicht geen goede gamechanger. Echt niet voor de lange termijn. Niet voor de lange termijn, helaas. Goed. Dames en heren. We zijn wat eerder, zou ik zeggen, dan normaal, om een goede reden. Namelijk, we gaan zo een feestje vieren met u, dus blijf rustig zitten. Maar eerst Jelle Reumer. Sinds de eerste oermens zich 2 miljoen jaar geleden ontrukte aan een bestaan als een Australopithecus en zich Homo habilis ging noemen, sinds die tijd is de mens onderweg. Hij reist. En al snel had hij zijn vleugels vanuit Afrika uitgestrekt naar Europa en Azië. En later, toen hij intussen een reislabel met de naam Homo sapiens aan zijn knapzak had gehangen, ook naar Australië en Amerika. De mens is een reiziger. Hij loopt de aardkloot rond. Of liever, hij liep, want de mens is het lopen verleerd. Voor lopen is de mens te lui geworden, te haastig, te gestrest. We willen liefst ergens aankomen op het moment dat we vertrekken. Tijd is geld. En reistijd, tijdverspilling. De mens hield op met lopen, klom op een paard, hees zich in een koets, maakte daar een automobiel van, vond de trein uit en toen de TGV, de Fokker, de Airbus, de Concorde, hoe sneller, hoe beter. En nu is het gierend uit de hand gelopen. We blazen ongehoorde hoeveelheden fijnstof en CO2 de atmosfeer in met al die haast van ons. Er is een enorm probleem ontstaan. Dat niet zomaar van de ene op de andere dag zal verdwijnen. En zeker niet als daartoe de politieke wil ontbreekt. Maar er is nog een probleem. Naast dat fijnstof en die CO2. En dat is de ontmenselijking. De mens is geëvolueerd en gepredestineerd om zich te verplaatsen. En hij doet dat in principe met zijn benen. 5 kilometer per uur. Dat is de menselijke maat. Een beetje sneller gaat ook nog wel. De paard of de fiets of desnoods de auto of de trein, maar eigenlijk is dat al te snel. Zelden zag ik het snelheidsprobleem zo mooi verwoord als in de korte roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran van de Franse schrijver Erik Emmanuel Schmid, meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran. De hoofdpersonen, meneer Ibrahim en zijn pleegzoon Momo, rijden in een auto door Europa op weg naar Turkije. Als Momo zich afvraagt of ze niet beter de snelweg kunnen nemen in plaats van binnenweggetjes. En daarop antwoordt meneer Ibrahim het volgende, en ik vertaal het zelf even uit mijn Franse tekst.
Oh nee, niet de snelweg. Momo, niet de snelweg. Snelwegen betekenen doorjakkeren en niets zien. Het is voor imbecielen die zo snel mogelijk van A naar B willen geraken. Maar wij reizen. Zoek mooie kleine weggetjes voor me uit die ons alles goed laten zien wat er te bekijken valt. Luister Momo, als je helemaal niets wilt zien, dan moet je net als iedereen het vliegtuig nemen. Einde citaat. Als de snelweg eigenlijk al een uitvinding voor imbecielen is, wat is het vliegtuig dan wel niet? Het vliegen laat ons op zo'n snelheid van A naar B reizen dat de menselijke maat zoek is. Wat je eraan overhoudt is een gevoel van ontheemdheid, een jetlag of een cultuurschok en dikwijls een combinatie van deze verschijnselen. Waar de wandeling de meest menselijke manier van reizen is, is het vliegverkeer de meest onmenselijke. Maar veel keus wordt ons dikwijls niet gelaten. Het is zo lekker goedkoop en vaak de enige mogelijkheid. Vorig jaar is de nachttrein naar Wenen uit de dienstregeling genomen, verdrongen door de vliegende prijsvechters. En nu? Nu kom je niet meer heerlijk uitgeslapen midden in de stad van je bestemming aan, maar land je met een zoekgeraakte koffer ergens ver daarbuiten, tussen de weilanden. Monsieur Ibrahim had daar het juiste woord voor. Imbeciel. Dank u wel. Jelle Reumer. Dankjewel, Jelle. Ja, dit was het eigenlijk even voor dit moment. Behalve dat we nu met glas gaan gooien, dat is altijd leuk. Ik zou nog even onze gasten willen danken. Hans Hilbers, Henriette Prast, Paul Peters en Joris Melker. Als gezegd, hebben wij een feestje te vieren. Dit is de 100ste aflevering van het Kenniscafé hier in de Bali. Ik ben daar zelf enorm trots op dat u altijd bent blijven komen. Dus daarvoor heel veel dank. We drinken met elkaar een glas, was de afspraak. U aangeboden door het café natuurlijk. Dus geen zorgen over de pot die daar staat. We heffen het glas op het 100ste Kenniscafé en ik wil even een aantal mensen bedanken. De Bali, hier, dit huis waar we zijn. Dankjewel. Nemo. De Volkskrant en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen die dit allemaal steunen. En hoewel ze het nooit leuk vinden, noem ik ze toch een keer. Brand Berghouwer, Tessa Hagen en de technici. Dankjewel. Onze columnisten Maarten Keulemans en Jelle Reumer. En het Kenniscafé, u zag ze al rondlopen met de microfoons en nu met het drinken, wordt gemaakt door Irene van Houten, Lucas Keining, u zag hem daar, Thomas van Eerbos en mijzelf, Martijn van Kalmthout. Maar het allerbelangrijkste bent u, want u maakt eigenlijk het Kenniscafé door hier te komen, door vragen te stellen, door onverwachte gamechangers te bieden. En daarvoor een diepe buiging, dankjewel. Hey, Joey. De baas. Ben je klaar, Martijn? Ja. Ja? Ja. Oké, nou als allerlaatste wil ik als directeur van de Bali jullie ongelooflijk hartelijk danken voor 100 afleveringen. Ik wil het publiek natuurlijk danken, maar ik wil ook Martijn van Kalmthout in de hele redactie, alle partners, maar bedanken in de persoon van jou. Je bent daar een drijvende kracht in. Je ziet het al jaren voor 100 is een universum aan kennis. En het mooie, het ongelooflijk mooie van dit programma is dat iedere keer, iedere maand opnieuw bewezen wordt dat kennis niet alleen vrij zwevende intelligentie is, maar dat het daadwerkelijk gevolgen heeft voor de wereld waarin we leven. En dat die toepassingen er zijn, al gevonden zijn, bijna gevonden zijn, al lang geleden gevonden zijn en ook nog gewoon toepassing moeten krijgen in de wereld. En die connectie tussen zuivere wetenschap, waar we ook allemaal in geloven, want we weten niet dat we niet weten, maar en de praktijk, de maatschappij, de politieke overtuiging,
uitdagingen. Het feit dat inderdaad de nachttrein opgeheven is. En dat we er al lang wetenschappelijke inzichten voor hebben. Dat het beter kan en makkelijker. En dat dat zo ongelooflijk belangrijk is dat we daar niet voor stoppen. En dat jij het al 100 keer met je hele redactie en met alle partners gedaan hebt. Dat vind ik ongelooflijk. Dat is echt, het is de langstlopende serie in de Bali. U bent een fantastisch publiek, want u komt altijd terug. Het is een heel trouw publiek. Zeker. En toch is er iedere keer weer anders. Dus ik wil je daar heel hartelijk voor danken. Het is echt een ongelooflijk mooi voorbeeld van intelligentie in praktijk. Deden we dat maar vaker in de samenleving. Hartelijk dank, Martijn. Dankjewel. Proost! En dan ga ik ook nog zeuren over de volgende aflevering. Wat? Wie heeft er nog niet? Wie heeft er nog niet? Heeft iedereen al? Ja. Oh, we hebben trouwens ook nog, dat vergeet ik nu eigenlijk te zeggen, maar dat ga ik nu dus toch zeggen, een cadeautje voor u. Waar is het boek? Waar is het boek? Ja, daar. Okay. Het is helemaal bedolven. Dank voor de bloemen trouwens. We hebben een cadeautje. We wilden het eigenlijk op de stoel leggen, maar dat is onhandig, want dan wordt het krom als u erop gaat zitten. Dus dit boekje voor iedereen, en het heet Waarom willen we alles weten? Wat een vraag in dit verband, ligt daar in de doos voor iedereen om mee te nemen. Ik wens u een fijne avond nog en tot ziens. Ja.